live op tv. De strijd om de zetels in de nieuwe gemeente Land van Kaak. Het debat wordt gepresenteerd door Herman Nissink. Goedenavond allemaal, ook de mensen thuis die via het Land van Kuik kijken of via de lokale omroep of via de site van Jan. Even een aanvulling gelijk op de tune die werd gedraaid, de presentatie Herman Wissink. Ik doe het niet alleen. Ik doe het samen met Nicky van der Naald, collega van mij bij de Gelderlander. Nicky kent de regio, want hoe lang heb jij in Kuik gewoond? 7 jaar. 7 jaar. En waarom ben je weggegaan? Ik wilde iets dichter bij de stad wonen, dus bij Nijmegen. Okay. Maar ik mis Kuik wel en ik heb er altijd met veel plezier gewoond. Dus. Ja, goed, je kent de regio in ieder geval. Ja. Goed zo. Ja, nog ruim 2 weken, dan kan er gestemd worden op 13 partijen. Waarom stemmen we, of stemmen jullie op de VVD? Waarom wordt er gestemd op de CDA? Of een van de andere 11 partijen? Misschien worden jullie iets wijzer vanavond. Laten we het hopen. Vanavond hebben we een soort, ik probeer het maar om te schrijven als een soort boer zoekt vrouw. Alleen wij noemen het dan een lijsttrekker zoekt stemmer. Want daar gaat het vanavond om, alle lijsttrekkers willen duidelijk maken waar ze voor staan. Dat gaan we doen met een aantal stellingen. Maar goed, het gaat dus om de lijsttrekkers, dus ik ga ze erbij halen. De lijsttrekkers, dames en heren, komt u maar naar voren. Die voor de tafel. Ik ga er even langslopen om ze voor te stellen, vooral voor de mensen thuis die het nog niet weten. John Heckertoorn, 50 plus. Duidelijk, hè? Bart Teunissen, lijst Bart Teunissen. Brechtje Verlieshout van de SP. Invaller Johan Hermanissen van Liberaal Land van Kuik, omdat de lijsttrekker vanwege persoonlijke omstandigheden niet hier kan zijn. Bouke de Bruin, CDA. Mike van Diemen, GroenLinks, Partij voor de Arbeid. Was het ook alweer? Willy Hendricks, Team Lokaal, Arthur Baudet, VVD, Thomas van der Meer, D66, Astrid Banning, Lokale Partij Graven, Ben Litjes van Keerpunt en Heggie Egger van de ChristenUnie, hebben ze allemaal gehad. Ga zitten aan een tafel, dan leggen we nog heel even iets uit. Nou, iedereen zit. 12 partijen en geen 13. Forum voor Democratie ontbreekt omdat het tonen van het corona-toegangsbewijs bij de ingang voor de leden van Forum een belemmering was. Dus we doen het met 12 man, wordt ook vast gezellig. We gaan het als volgt doen. We hebben 8 stellingen. Iedere stelling wordt 8 minuten besproken en bij iedere stelling komen er 3 lijsttrekkers hier aan tafel. Na 8 minuten dan, of ze nou alles hebben gezegd of niet, dat is dan jammer. Dan is het voorbij. We doen 4 stellingen. Daarna krijgen we muziek van Emma Joan. Die zit daar. Bekend hier in de regio. Muzikant. Ze gaat eigen liedjes laten horen, heb ik begrepen. En na nog een serie van 4 stellingen hebben we weer muziek. Weer van Emma Joan. En dan daarna gaan we 12 flitsdebatten doen. Dat zijn stellingen die door 2 lijsttrekkers in 2 minuten tijd besproken mogen worden. 2 minuten is niet lang, dus we hopen ook dat ze elkaar de ruimte geven en respect hebben voor elkaars standpunten. Respect moet er trouwens sowieso altijd zijn, laten we dat voorop stellen. We gaan beginnen met Nicky, die gaat de eerste 2 stellingen doen. Ik wens jullie een hele fijne en vooral informatieve avond en achteraf horen we wel hoe het gegaan is. We gaan beginnen met de stelling die gaat over een onderwerp dat iedereen aangaat en waar veel over te doen is. Wonen, de woningmarkt. Mag ik uitnodigen Arthur Baudet van de VVD. Je mag de microfoon meenemen. Spannend. Ja. Bouke de Bruin van CDA en Bart Teunissen van Lijst Teunissen. Dankjewel. In de midden. Bouke in de midden.
De stelling waarmee we gaan beginnen, ik zei het al, de woningmarkt is heel erg lastig. Jongeren komen er moeilijk tussen, ook in Lans de Kuik. En de stelling is, er moet meer geld vrijgemaakt worden voor startersleningen. Wilt u dat ik begin? Ja. Dan begint het al goed. Ja, precies. Ja. Naast mij staat een wethouder en naast mij staat ook een ex-wethouder. Een wethouder van de CDA en een ex-wethouder van de VVD. Nou, die zullen beslist zeggen wat de landelijke partijen zeggen. Maar ik heb dit werk heel lang gedaan en ik zeg iets anders. Ja. Toen ik mijn werk deed, moest ik, is niet erg hoor, van de bestuurders een verhaal schrijven dat dat goed was. Maar ik vind dat het niet goed is. Dit is, dus ik zal zeggen, als er een voorstel komt, dan zal ik niet heel obstinaat nee zeggen. Maar ik zal het ook zeker niet aanjagen of stimuleren. Ik vind startersleningen en starterswoningen de grootste fop van de woningmarkt op dit moment. Waarom? Het lost op dit moment helemaal niks op. En wat je nu ziet, en zeker in onze regio, is mensen die van die starterswoningen kunnen kopen en van die startersleningen profiteren, dat ze ook echt van profiteren. Ik heb een mooi voorbeeld. In Kuik werd op enig moment de starterslening ingevoerd. En de volgende dag stond er een advertentie in de krant van een ontwikkelaar. Nu ook in Kuik een starterswoning. Dus nu kunt u ook uw keuken uitbreiden in een nieuwbouwwoning met de starterslening. En dat is heel vaak gebeurd. U zegt het geld wordt dan verkeerd gebruikt. Ja, absoluut. En ook, dat geldt ook voor goedkope grond voor starterswoningen. Wordt verkeerd gebruikt. Dus ik ben daar niet voor. Ik denk dat de VVD een andere mening heeft. We hebben zeker een andere mening wat dat betreft. Ja, startersleningen, ja, moet je vooral doen, maar vooral ook om de zaak op gang te brengen. Het is zeker geen structurele oplossing. Op dit moment is er een probleem. Dat probleem moet je zo snel mogelijk oplossen en dan is starterslening een hulpmiddel. En datgene wat de heer Teunissen geeft over de bijwerkingen, ja, die heeft het, dat klopt. Ja, daar waarschuwen deskundigen ook voor, ja, hè, dat startersleningen. Dat kan ik ook niet ontkennen. Ja. Dat kan ik ook niet ontkennen, ja. Dat die bijwerkingen zijn. Alleen af en toe moet je kiezen voor iets wat ook bijwerking heeft. Hè. Dat heeft elk geneesmiddel ook. Af en toe bijwerkingen, daar kies je naar voor. Maar uiteindelijk is de oplossing waarvoor je gaat is beter dan de bijwerking die het met ons meedraagt. Maar het is wel een tijdelijk effect. Het is geen structurele oplossing. Ja. Uiteindelijk moet je er ook weer vanaf. En moet de gemeente inderdaad dieper in de buidel tasten om mensen in Kuikgraven te laten wonen, jonge mensen? Ja, wij als CDA vinden zeker van wel. U geeft aan van ja, er staat hier een wethouder naast me. Ja, dat klopt. En als ik kijk wat ik hoor in de markt als ik rondloop. Ik was laatst met 100 wandelen, kwam ik iemand tegen. En die moet dan op een starterswoning bieden. 40.000, 50.000 euro boven de startprijs. Boven de prijs en dan denk ik, ja, is dit nou de markt waar we het van moeten hebben? Vrienden van ons gingen laatst verhuizen en die hadden verhuisplannen. Nou, de briefjes lagen al in de brievenbus zonder bezichtiging met biedingen op het huis. Ik denk dat de woningmarkt echt verziekt is op dit moment. Prijzen liggen veel te hoog. Als je dan naar de starterslening kijkt, is dat echt een druppel op de gloeiende plaat. Ik denk echt dat dat niet de oplossing is, maar wel een manier is om starters te kunnen helpen. Ik vind ook dat we onze ogen daarvoor als politiek niet voor moeten sluiten. Maar wij zien als CDA nog wel andere mogelijkheden. Wij vinden ook dat 1 op de 3 woningen voor starters gebouwd moet worden. Wij vinden ook dat 1 op de 3 woningen voor senioren moeten zijn. Wij vinden de zelfbewoningsplicht bij alles wat gebouwd wordt in, op gemeentegrond echt heel belangrijk. En ja, als je al die belangrijke onderdelen ziet die er op de woningmarkt moeten gebeuren, denken wij ook echt en vinden wij ook zeker dat wij als politiek daarvoor onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben er ook van overtuigd dat heel veel mensen die nou thuis aan het kijken zijn, mensen kennen in hun omgeving die geen woning kunnen vinden. Er is geen bouwgrond en onvoldoende betaalbare woningen. Wij vinden dat de CDA echt onvoorstelbaar. En wij willen... even als ik u mag onderbreken, want inderdaad, daar komt het hele partijprogramma voorbij. Ja, het is wel eventjes de vraag. Komt dat niet juist omdat de beleidsmakers, waaronder CDA en de VVD, jarenlang ook aan de knoppen hebben gezeten en dit is ontstaan. Dit is niet iets wat nu ontstaan. Dit is een probleem. Is afgelopen jaren ook wel gewoon zo door de marktwerking gekomen.
Nou, dat is ook zo. Ik denk ook dat er veel te weinig vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd wordt. Ik vind ook dat we in het land van Kuik, in ieder dorp en stad, moeten gaan kijken van, goh, waar is de vraag groot en hoe kunnen we dat probleem oplossen? Want het kan zo niet langer. En wij vinden ook als CDA, en dat vinden wij als politiek, en ik kijk dan ook de zaal hier rond, dat er echt een wethouder moet komen die daarvoor gespecialiseerd is en echt speciaal voor wonen en bouwen opgesteld gaat worden. Ja. Meneer Teunissen, wat is uw oplossing dan? Nou, de oplossing heb ik niet. Er is het veel, in verkiezingsprogramma's wordt gedaan alsof het de oplossing simpel is. Maar de oplossing is niet simpel. Ja. Er komt even meneer heel vervelend doen, ogenblikje. Nee, ik ben, je bent niet uit, ik ben uitgenodigd. Nee, maar we zitten midden in een gesprek, dus het is niet zo. Meneer Verstegen, we hadden een afgesproken... U bent uitgenodigd, er was afgesproken dat er QR-controles zijn. Dus helaas is niet wat wij hadden afgesproken de deur dicht gedaan. Dus u hebt als u nu een QR-controle... Het is testen bij toegang, Herman. Ik heb geen test gezien. Ik ben gewoon uitgenodigd. Daarom... Ik maak recht van de democratie om hier te zijn. Peter, als ik even mag, als je me nu een QR-code kunt laten zien, mag je blijven staan. Kun je die niet laten zien, dan ga ik je toch vragen te vertrekken. Ik heb ze... Oké. Okay. Herman, je kent me. Ik ben iemand die gedegen onderzoek doet. Ja. Ik heb zojuist met een advocaat gesproken. Peter, een gebouw mag je geen QR-code vragen. Het is testen bij toegang. Ik ga de discussie met jou niet aan. Ik wil dat je gaat. Ik ga graag in debat. Nee, je krijgt geen debat. We hebben afgesproken mensen met QR-code. Jij kan me geen QR-code laten zien. In een gebouw hoef je geen QR-code te laten zien. Peter, of niet? Alleen bij toegang. En de minister heeft gezegd, essentiële... locaties moeten toegang hebben. Peter, en ik vind de democratie een essentiële locatie. En ik wil niet uitgesloten worden. Dit is een horeca-gelegenheid. Ik kom geen biertje drinken. Ik beloof geen bier te drinken. Ik word niet gevaarlijk. Peter, ik vraag je nu te vertrekken. Als je niet zelf je bent niet de beheerder van het gebouw. Dan ga ik hulp bijvragen en dan gaan we het zo doen. Dan moet de beheerder van het gebouw mee komen verwijderen. U had even wat pauzemuziek en enige consternatie. Waarschijnlijk heeft u gezien. Peter Verstegen van Forum voor Democratie die liet eerder weten dat hij buiten zou blijven omdat wij inderdaad een QR-controle hadden in deze zaal. Alsnog kwam hij binnen en hij wilde even zijn punt maken. Hij is net rustig weggegaan. Dus wij hervatten het debat en we gaan verder met de inhoud. Wat had ik gevraagd eigenlijk ook weer? Oh ja, ik weet het weer. U had aan mij gevraagd wat de oplossing zou zijn nadat... mevrouw De Bruin en meneer Baudet hun reactie hadden gegeven. Er is geen oplossing op dit moment. Het is een heel groot probleem en dat moeten we met z'n allen oplossen. En dat klinkt heel domineesachtig, maar zo is het. Niemand moet de pretentie hebben dat u de oplossing weet, want dat is helemaal niet zo. Maar we moeten wel met z'n allen keihard eraan werken. En ik zeg, en daar ging het over, dat nu aan de voorkant meer startersleningen verstrekken, dat dat de oplossing niet is. Dat ons dat nu niet verder gaat brengen. En mevrouw De Bruin, en dat is logisch, is prima, heeft een heel verhaal, maar dat is niet waar het om gaat. Dit is nu op dit moment niet de oplossing. We moeten generaal, heet dat geloof ik, geld steken in de woningbouw. En heel hard werken, en dat is spijtig genoeg in de afgelopen jaren nagelaten. Maar dat is allemaal geen oplossing voor de korte termijn. Nee, maar er is geen oplossing voor de korte termijn. Er moet gewoon hard gewerkt worden, elke dag aan dit onderwerp. En dan komt er vanzelf, niet vanzelf, maar dan komt er in ieder geval een oplossing. Dat er meer woningen op de woningmarkt komen. En er komen allerlei andere dingen, kun je dan invullen. Straks komt er nog een vraag over ouders met kinderen naar scheiding. Kunnen we nou helemaal niks aan doen als er nu weer meer woningen zijn? Want die verdringen de reguliere woningzoekenden, dat is ook niet goed. Dus we zullen meer woningen moeten bouwen. Hard werken en dan lossen we dat met z'n allen op. Ja, ik denk, dat ben ik met de heer Teunissen eens, meer woningen moeten bouwen. En ik hoorde mevrouw De Bruin zeggen van 1/3 voor starters, 1/3 voor senioren. En dat betekent dat 1/3 dan voor de rest is. Nou, dat is de oplossing dus helemaal niet. Je moet gewoon bouwen, bouwen en nog eens bouwen. En je moet vooral niet echt gaan kijken voor welke doelgroepen. Uiteindelijk moet je zorgen dat die schaarste, waar de heer Teunissen het ook al op de schaarste, op de... woningmarkt, dat die gaat verdwijnen. En dat betekent dat je gaat bouwen, dat betekent dat je gaat samenwerken met ontwikkelaars. Ontwikkelaars het niet in de weg gaat leggen, niet allerlei regels gaat stellen. Ook geen regels gaat stellen van, ja, je moet een quotum sociale woningbouw, een quotum ouderen, een quotum dit. Nee, die bouwen en vervolgens ontstaat of verdwijnt die schaarste langzaam. En dat betekent ook dat je
de noodmaatregel, want dat is in onze ogen ook een noodmaatregel, de starterslening dan ook weer kan afschaffen. En je kan verder kijken, wat dat betreft, als je praat over korte termijn oplossingen. Je kan eens gaan kijken, recreatiewoningen, die mogen in principe niet het hele jaar bewoond worden. Ja, misschien is dat voor de korte termijn wel een oplossing om dat tijdelijk wel toe te staan. En wie moeten daar gaan wonen dan, in die recreatiewoningen? Zijn dat juist ouderen of jonge mensen? Dat is afhankelijk van datgene wat ze moeten betalen. Hè? Maar er zijn goedkopere recreatiewoningen, duurdere recreatiewoningen. Dus op dat moment heb je ook de spreiding in. Je kan ook eventueel het AZC in Overloon gaat sluiten. Wat zou je daarvan kunnen maken? Dat zijn de korte termijn oplossingen waar je aan zou kunnen denken. Heel pragmatisch probeer je daar naartoe te zoeken. En de lange termijn, bouwen. Maar leg vooral geen beperkingen op voor wat er gebouwd moet worden. De woningmarkt of de ontwikkelaars zijn uitstekend in staat om dat zelf te bedenken. En die gaan echt niet voor leegstand bouwen wat ooit beweerd wordt door overheden. Dat is niet zo. Ik geef het slotwoord aan mevrouw Drouin. Ja, ik vind het onvoorstelbaar wat u zegt dat het niet de oplossing is. 1/3 voor starters, 1/3 voor senioren. Want dat zijn de twee doelgroepen die het in het land van Kuik en ook in Nederland echt het moeilijkste hebben. Dus daar moeten we echt bijzondere aandacht voor hebben. En hard werken, ik zeg niet dat er niet hard gewerkt wordt. Maar op het moment dat je mensen verantwoordelijk maakt voor een taak en echt een specialiteit geeft, een wethouder wonen en bouwen, dan krijgen we ook meer garen op de klos als we daar actie op zetten. Dan moeten we politiek ook keuzes in durven maken. Dat er daar ook volledige focus op komt te liggen. Als we willen dat er gebouwd wordt, moet daar focus op komen liggen. En die focus kunnen wij met z'n allen hier met de politiek bepalen. En we moeten samen aan de slag om dat inhoud te geven. Dat is echt hard nodig. Ik steun u met uw idee van bouwen en wonen. Maar dan pakken we een goede wethouder, hè? Die er iets aan doet, hè? Ja, uiteraard. En niet een volgzame wethouder, maar een wethouder die er iets aan doet. Uiteraard. Oké. Okay. Als het zover komt, steun ik u. Nou, dat vind ik heel fijn. Zo'n wethouder ken ik toevallig. Hè? Zo'n wethouder hebben wij. Ja, dat was een inkoop. Hier wordt alweer iets te veel politiek bedreven. Dus we sluiten dit onderwerp in ieder geval af. Dit is toch ook politiek, of niet? Ja, dat klopt. Maar we zijn door de tijd heen. Dank u wel. Volgende onderwerp. Duurzaamheid. Ik nodig uit Ben Litjes van Keerpunt. U mag de microfoon, meneer Litjes. Brechtje van Lieshout van SP. En Mike van Diemen van GroenLinks, PvdA. En dan beginnen we met de stelling. Ieder bedrijf wordt verplicht om de platte daken te gebruiken voor zonnepanelen. Mijn eerste vraag aan jullie. Wie kan er eigenlijk tegen zijn? Nou ja, het gebouw als het de zonnepanelen niet kan dragen, zou ik zeggen. Ja. Nee, natuurlijk is het heel erg goed als we bedrijven zoveel als mogelijk stimuleren om zonnepanelen neer te leggen. Het is ook niet voor niks dat wij ook al meerdere malen hebben gezegd, betrek die bedrijven, nou maak er een convenant mee om daar de duurzaamheidsdoelstellingen mee te halen. Maar echt bedrijven dwingen dat ze het moeten doen zodat ze failliet gaan, dat is voor mij één stap te ver. Maar het faciliteren en een convenant met z'n allen afsluiten, ik moet jullie aankijken of met jullie in debat, lijkt mij heel verstandig. Meneer Litjes? Ik wou de kijkers thuis ook goedenavond wensen. Standpunt Keerpunt, bij topprioriteit 9 in het verkiezingsprogramma staat dat Keerpunt de plaatsing van zonnepanelen op daken ondersteunt. Keerpunt is tegen het plaatsen van zonnepanelen in waardevolle open landschap en wil geen onttrekking van landbouwgrond voor zonneparken. Keerpunt is tegen de verplichte plaatsen door de eigenaar van een bedrijfsgebouw, maar steunt vrijwillige plaatsing van. Zonnepanelen gaan ongeveer 15 jaar mee. Wie zorgt voor de afvoer van die panelen, omdat die worden gezien als elektronisch afval en de producent van de zonnepanelen vaak niet meer bestaat? Wie betaalt de zonnepanelen bij verplichte aanleg? Momenteel wordt er flinke subsidie gegeven voor de plaatsing van zonnepanelen en daken. Als het dak gewijzigd moet worden door een gewijzigd gebruik van de bedrijfsgebouwen, wie betaalt dan de rekening? Maar hoe kijk je eraan om de convenant te beginnen met de bedrijven? Hoe zouden we tegenaan kijken om een convenant af te sluiten met de bedrijven? Om zoveel mogelijk als. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik had hier ook een stap uit, maar ik ben graag met u in debat. En niet in het programma voorlezen. Dadelijk komt de rest. Oké. En hoe lang moeten we daarop wachten, meneer Litjens? Maar waarom bent u zo tegen het verplichten? Want is het niet inmiddels...
Is het niet inmiddels zo dat iedereen is tegen die zonneparken? Of veel mensen zijn tegen die zonneparken, want het ziet er ook allemaal niet zo mooi uit. En hele parken. Maar wat is het alternatief? Ja, dat maar is misschien wel de daken. Wie wil dat betalen, als er geen geld is? Ja. Er zijn wel ondernemers die dat wel zouden willen. Precies, ja, er is. Nou, er zijn, kunnen vrijwillig dat gewoon doen, dat is geen probleem. Maar er zijn meer dan genoeg mensen die willen investeren in zonneparken op land. Ja. Zelfs daar gaan miljoenen in om. Omdat we met z'n allen die duurzaamheidsdoelen moeten halen. Er zijn genoeg mensen die daarin willen investeren. En dat kan voor de Aken precies hetzelfde. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld in de gemeente Kuik. Waar ik vandaan kom, heb je Kuiks Energiecollectief. Die plaatsen op daken van anderen, op daken van bedrijven, plaatsen ze zonnepanelen. Waar dan de hele samenleving aan meebetaalt en aan de winsten daaruit kan meedingen. Er zijn meer dan genoeg mensen die willen investeren in duurzame energie. Het is ook broodnodig. En een beetje jammer van deze stelling is, niemand is inderdaad tegen de plaatsen van zonnepanelen op daken. En iedereen wil ook dat we daarmee beginnen. Alleen zelfs als we ieder dak in heel Nederland hebben volgelegd met zonnepanelen, hebben we nog steeds niet genoeg energie om Nederland draaiende te kunnen houden. Dus je moet meer. Je moet ook zonnepanelen op land neerleggen. Je moet ook denken aan windmolens. En iedereen is voor zonnepanelen op daken, maar het is niet genoeg. Maar meneer Litjes, reageert u daar eens op? Nou, lief. Reageert u daar eens op? Laat ik eerst mijn verhaal afmaken. Ja. Het was een debat, toch? Toch niet het verhaal voorlezen? Nou, het debat komt dadelijk wel. Oh, oké. Okay. Het is geen spreekbeurt, meneer. Nee, het hoeft geen spreekbeurt te zijn. Maar ik wil wel mijn verhaal kwijt kunnen. En ik heb wel vaker meegemaakt. Dan heb je verhalen al verteld. Dan zeggen ze, oh, de tijd is om. Ja, maar en dan, ja. Dit gaat wel van de spreektijd van anderen dus af. Dus opschieten, Litjes. Als ik een dag gewijzigd moet worden door het gebruik van het bedrijfsgebouw, wie betaalt dan de rekening? Wie betaalt de kosten van het tijdelijk verwijderen van zonnepanelen als de platen, als de daken opnieuw moeten voorzien van een nieuwe betumelaag, et cetera? Hoeveel pagina's heeft u nog? Eentje. Nog één hierna? Nee. Het is maar bindigheid. Sterke berekeningen voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor het massaal plaatsen van zonnepanelen is een goede sterke berekening nodig, wat het plakken dak kan verdragen. In de winterdag kun je wel een meter sneeuw krijgen op het plat dak. En daarboven ook nog risico's van constructie en zonnepanelen. Wie neemt deze risico? En nou uw reactie op een convenant en wat wij net al vroegen aan u. Het is zo, we kunnen op dit moment nog een hoop stroom niet kwijt. Kabels zijn niet aangelegd, et cetera. Waarom zouden we nou vooruit lopen om het allemaal te doen als we de stroom niet kwijt kunnen? We lopen vooruit achter. Lopen? Vooruit lopen, ja. We lopen achter op ieder klimaatdoel dat we ooit hebben gesteld. We hebben geen enkel doel ooit gehaald. Vanaf de hele geschiedenis naar duurzaamheid en naar duurzame energie. We hebben nog maar 10 jaar om die klimaatcrisis op te lossen. En u zegt, nee, laten we even rustig wachten. Als je, nog een paar als je jaar, kijkt, als je kijkt wat er nu stroom verwekt wordt en wat er nu afgenomen wordt, dan kunnen ze gewoon de stroom niet genoeg afnemen, want er zitten de kabels. Ja. Nou, wat willen we dan? Nou, voorbereiden een hoop geld erin investeren? Ja, er wordt inderdaad ontzettend veel geld geïnvesteerd om het net zwaarder te maken, omdat die dingen er straks moeten komen te liggen. Daar zijn straks ze nu keihard komen te liggen. Ja, zeker. Nee, we hebben het dus daar zijn nu. Ze nu keihard mee bezig. Dus dat betekent ook dat wij nu plannen moeten maken over waar die zonnepanelen moeten komen te liggen. Er zijn hier nog steeds daken waar de zonnepanelen niet op kunnen. Er zijn hier nog steeds daken waar die panelen niet op kunnen. Maar meneer Litjes, je maakt nu plannen voor de mensen wel verplichten om die zonnepanelen te leggen. Absoluut, ja. Nou, er worden nu nog steeds gebouwen gebouwd waar ze niet eens op ik kunnen liggen. Ik vind dat Nederland genoeg verplichtingen hebben. Ja. De hele dag is alles verplicht. Verplichting dit, verplichting dat, verplichting zus, verplichting zo. Laten we laat beginnen dat we goed met de mensen overleggen van wie wil zonnepanelen. Nou, laat die eerst eens pakken en dan kijken we hoe goed de rest gaat. Volgens mij zijn we dat al een tijdje aan het doen. En nou, is de klimaatcrisis dus nog lang niet opgelost. Dus als we het alleen maar doen met pappen en nat houden en een beetje stimuleren hier en daar, dan komen we nergens. Het is geen pappen en nat houden, het is gewoon zaken doen. Klaar. Zaken doen meneer betekent van over 10 jaar van u, klaar. Mag van u gewoon alle landbouwgrond ook gebruikt worden voor zonneparken en windmolens? Nou, niet zomaar. Nee, want zoals je net al zei, het zijn niet de mooiste dingen om naar te kijken. Dus we willen wel dat je daar goede voorwaarden aan stelt. Dus dat betekent ook dat als je investeert in zo'n zonnepark, kan je gewoon veel geld mee verdienen. Want dat levert van alles op, die energie die je kan afleveren. Dan moet je ook investeren in een mooi landschap daaromheen. Moet je er ook voor zorgen dat er onder de zonnepanelen wat vaak kan. Kun je bijvoorbeeld veel doen om de biodiversiteit te vergroten. Kun je mooie planten inzaaien. Kun je schapen onder laten lopen. Allemaal dubbelfuncties. Dus je moet wel eisen stellen. Je moet ook met de omgeving in gesprek gaan over waar komen die dingen. Maar dat moeten komen is een feit, anders halen we de doelen gewoon niet. Ja. Mevrouw Verlieshout, ja, ik ben het met u eens over de biodiversiteit, maar dat triggert u. Dat natuurlijk omdat ik ook veel verstand heb van de bodem. Er zijn wel rapporten dat de bodemkwaliteit dermate achteruit gaat dat er nog maar relatief weinig op groeit. Maar dat is een hele andere discussie en desalniettemin moeten we wel met die zonneparken doorgaan. En wat ik heel erg belangrijk vind is dat vooral
het ons eigendom wordt. Als we weilanden gaan benutten voor zonneweiden, dan moet het het eigendom zijn van onze inwoners en van onze bewoners. En die moeten de kans hebben om mee te participeren en mee te doen. En daar ook, ook hun geld mee te kunnen verdienen of hun energie mee te kunnen opwekken. Want zo maak je het acceptabel en vinden mensen ook prima dat die zonnepanelen er staan. Dank voor jullie bijdrage. We gaan het hebben over vergrijzing. Ik kan vast verklappen dat het volgende stelling gaat over veiligheid. Vergrijzing. Ik zou graag naar voren hebben. Mevrouw Banning van de LBG. Meneer Hekkertoorn van 50 plus, helemaal aan de andere kant. En moet ik even spreken met mevrouw De Bruin van het CDA. Je mag nog een keer. Zo, je mag meteen weer. Zal ik in het midden staan, dames? Ik bedoel... Ik zet de klok aan. Waarom zit het midden? Is altijd goed, hè? Ja, 8 minuten. In iedere kern moet ruimte komen voor ouderen waar mensen elkaar moeten kunnen ontmoeten. En de gemeente zou dat moeten stimuleren of zelfs betalen. Er zijn natuurlijk al genoeg kernen waar dingen geregeld zijn, hè, met huiskamers voor ouderen, waar mensen kunnen kopen, zeker, maar nog lang niet overal. Wat gaan jullie eraan doen om de ouderen wat gezelliger te maken? Nou, dit is een hele goede punt, vind ik. Eindelijk, bijna in elke dorp in dit omgeving is er een dorpshuis of een wijkhuis. Daar moet gebruikt worden. Nou, hoe ga je dat doen? Het wordt tijd dat de gemeente de huur betaalt voor die dorpshuis. Die moet die mensen erin laten gaan. HBO's, wat dan ook, verenigingen die erbij zijn, moet eindelijk gratis de dorphuizen in kunnen. Als je lokaal verenigingen gaan gebruiken. In de laatste jaar, met de corona en alles, zijn ze heel weinig gebruikt. En zijn allemaal heel moeilijk met de budget geweest. Laat hem alstublieft gebruikt worden en laat de gemeente betalen. Dorpshuizen, mevrouw Banning. Ja, ik stoor me een beetje aan het woord moet. Hè? Moet, maar als ouderen nou niet willen, dan kun je wel als gemeente zeggen het moet. Ik denk dat het vooral mooi is dat we het aan de ouderen zelf overlaten. En dat het wel goed is dat we faciliteren en ondersteunen in financiën of in het opzetten. In Escharen, in Graven hebben ze dat vanuit de gemeenschap zelf gedaan. En als je ziet hoe dat loopt, ik denk dat dat beter werkt dan dat er staat dat je als gemeente dat moet doen. Ik denk dat het vanuit de inwoners moet komen en dat je dan als gemeente kunt gaan kijken waar kunnen we inderdaad mee ondersteunen met financiën, ja, maar, met het betalen van... Moeten in de zin van er zou ruimte moeten zijn waar deze mensen terecht kunnen en dan komt de beweging van de vrijwilligers komt vanzelf om daar gebruik van te maken, denk ik dan. Nou, als het over de ruimte gaat, dan zou het fijn zijn als er ruimte is om bij elkaar te komen. Ja. Toch een beetje moeten. Dan wel moeten. Mevrouw De Bruin. CDA. Ja, ik denk dat er niemand is die hier geen mooie ruimte in elk dorp beschikbaar wil stellen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren en andere mensen uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten voor een kopje koffie of een potje biljart. Ik denk dat dat altijd heel belangrijk is. En ik denk dat we samen moeten kijken van hoe kunnen we vrijwilligers die daar heel actief in zijn, die al huiskamerprojecten hebben in heel veel dorpen, waar met ouderen gezellig een kopje koffie wordt gedronken, een spelletje wordt gedaan, ook de eenzaamheid oplost, dat we daar enorm trots op moeten zijn. En vooral die vrijwilligers, het cement van de samenleving, vooral ja, goed mee in gesprek moeten blijven, dat heel belangrijk is. Ja, ik hoor meneer Hekkertoorn zeggen van ja, de gemeente moet ook de huur gaan betalen. Ik sta er eigenlijk wel een beetje van te kijken, want de afgelopen periode heeft het CDA in uw fractie, in uw gemeente, een keer een voorstel ingediend. Van goh, laten we de belasting voor gemeenschapshuizen toch eens een keer vervallen. En toen gaf u aan, nee, moeten we niet doen. Laat ze vooral wel belasting betalen. En ik denk dat dat dan een gemiste kans is als u de waardering uit wilt spreken voor deze ruimte. Meneer Hekkertoorn, dit vraagt om een reactie. Een CDA-koos is altijd, zeker als je in de oppositie bent en je wil iets in de krant gooien, dan gooi je zoiets in. Laat zo alstublieft minder belasting. Maar je kijkt niet voor de algemene gebeurtenis. Er gebeurt veel en daarvoor moet je zeker de oudere mensen helpen. En niet alleen maar iets in de gooien dat je in de krant wil komen. En dat doet de CDA's in de toon, in de krant wil komen.
Nou ja, ik vind het jammer dat u het ziet als iets dat in de krant wil komen. Ik denk dat het vooral een manier is om gemeenschapshuizen en verenigingen te helpen. En juist een financieel steuntje in de rug te geven. En vooral de mensen die op uw partij stemmen. Ouderen maken heel veel gebruik van een gemeenschapsruimte. En ik denk dat wij als CDA er alles aan willen doen om die ruimte ook op een goede, financieel onbezorgde manier aan te kunnen bieden. Daar zijn we zeker samen mee eens. We gaan zorgen in de nieuwe gemeente dat er wel iets aan gedaan wordt. Maar dat is niet oppositie spelen en gewoon berichten. Even een stapje verder. We moeten zorgen dat er goede mogelijkheden zijn voor de ouderen om ergens bij elkaar te komen. Maar de ouderen moeten ook ergens kunnen wonen. En nou is er door Den Haag tijd geleden al een keer 40 miljoen beschikbaar gemaakt om een woonzorgvisie te maken. Dat moeten alle gemeentes moeten dat doen. Wanneer gaat die er een keer komen? Want volgens mij is die er helemaal nog niet. Mevrouw Banning, in Graven. Nee, nou, en als je er wel of niet is, maakt niet uit. We hebben net de vorige discussie, de eerste discussie gevolgd, weet je. Er kunnen woningen, maar er is gewoon een gebrek aan woningen. Er is ook een gebrek aan woningen voor deze doelgroep. Dus ik denk dat dat dan een mooie taak is voor de nieuwe gemeente, het Land van Kuik. Maar volgens mij zijn alle gemeentes daar nu al heel druk mee. Ja. Maar ja, we hebben gewoon een groot woningtekort. Dus voor jong en voor oud. Ja. Maar we hebben wel mooie plekken straks in de nieuwe gemeente Land van Kuik. Dus ik vond het een heel goed voorstel om een wethouder aan te nemen die specifiek daar alleen mee... En ik zag al iemand voorbij komen die interesse heeft in die vacature. Dus volgens mij komt het helemaal goed. Even voor de duidelijkheid, want het was nog voor de break, zal ik maar zeggen. Er was een wethouder bouwen en wonen die er moest komen. Ja. Ja. Maar ik hoor alleen maar bouwen. En ik heb de indruk dat ze willen stenen bouwen. En er zijn veel meer mogelijkheden. Je hebt chaletten, je hebt tiny huizen. In mijn ogen niet zo tiny huizen. Zodat je de doorstroming van oudere mensen kan krijgen. Zodat je daknakker wat verder kan wonen. Dat zijn veel belangrijker. Splits die boerderijen. Laat inderdaad in het recreatiegebied daknakker wat permanent wonen. Dan kom je sneller aan huizen. Huizen die wel 10, 15, 20 jaar wel meegaat. En goed onderhouden. Dus laten we alsjeblieft niet alleen maar bouwen. Maar kijk hoe wij huizen kunnen neerzetten. Ja, dan kun je zeggen, kijk hoe we huizen moeten neerzetten. Maar hoe denkt u dat te doen? Hoe kan de gemeente stimuleren dat er gebouwd wordt? Het zijn toch de projectontwikkelaars die bepalen en niet de gemeente? Ja, maar de gemeente heeft de grond en de grond wordt verkocht aan projectontwikkelaars. Je kan ook zeggen, doe het naar een projectontwikkelaar die wil dat soort huizen bouwen. Je kan dan makkelijk wijken er neerzetten. Net zoals je nu twee andere inkoop neerzetten. Dus er is geen reden voor niet te doen. En dan krijg je jonge mensen en oude mensen bij elkaar. En dat heb ik ook veel liever. Niet jonge mensen hier en oude mensen daar. Je moet gewoon die mensen bij elkaar hebben. Ondersteunen elkaar en helpen elkaar. Niet, dat is veel belangrijker. Niet mooi geïntegreerd alles door elkaar. Jongeren, ouderen. Of je wilt de ouderen allemaal bij elkaar in een hofje zetten. Alles integreren. Echt alles integreren. Dat vind ik veel belangrijker. Je hebt er wat aan elkaar. Ja. En misschien dan moeten we iets aan de regelgeving doen. Want volgens mij praten we met z'n allen over bouwen. Maar als ik soms zie hoe lang we bezig zijn als gemeente voordat een initiatief komt. En dat we dan jaren verder zijn voordat die eerste steen gelegd wordt. Ik denk dat het tijd wordt dat we daar eens wat aan gaan doen. En de kosten. Ik bedoel, het kost €350.000 om een starterswoning te bouwen op dit moment. En dat is allerlei reden voor. Maar dat kan beter. Ja. En moet beter. Mevrouw de Bruin? Ja, we hebben allerlei mooie ideeën. Hè? Mantelzorgwoningen, pre-mantelzorgen, tiny houses, het moet sneller. Ik ben blij dat het voorstel van het CDA om echt in te zetten op die wethouder ondersteund wordt door vele partijen. Want het is echt hoge nood om daar iemand bovenop te hebben zitten. Om snelheid te krijgen in de procedures. Dus een wethouder bouwen en wonen. Ik merk al dat het steeds meer draagvlak krijgt en daar ben ik heel blij mee. Goed. Niet voor jou. Dames. Heren, dank u wel voor deze bijdrage. We gaan naar het volgende onderwerp. We gaan het hebben over veiligheid. En ik had graag naar voren... Mevrouw van Lieshout van de SP. Meneer Teunissen van de lijst. Bart Teunissen en Thomas van der Meer van de D66. U brengt uw eigen microfoon mee, helemaal goed. Een mokje wat te liggen natuurlijk, hè? Nee, coronaproof, ja, maak je. Oké, de stelling is... door een gebrek aan politie
Zou de gemeente meer BOA's moeten aannemen? We hebben zojuist gezien dat we een break nodig hadden en dat er politie was gevraagd. En dat duurde heel erg lang voordat die moest hier kon komen, want die moest uit Den Bosch of Uden komen. Dat zou de gemeente kunnen oplossen door zelf BOA's aan te nemen die wat meer in de buurt zijn. Ja, ik vind het jammer dat u over dat voorbeeld geeft, want dat ben ik alweer lang vergeten. Maar ik vind het niet zozeer de BOA's wil ik het niet over hebben. Ik zou bijna zeggen, we moeten ook meer straatcoaches hebben. Daar moeten we ook op inzetten. Want ik geloof, de BOA's neem je aan. Ook, vaak is het probleem met hangjeugd, het gevoel van onveiligheid en dergelijke. En ik denk dat je met straatcoaches veel makkelijker contact maakt met de jongeren. En daarmee ook al een hoop problemen kan voorkomen. En die BOA's, ja tuurlijk, maar het is geen verlengstuk van de politie. Maar ik denk dat door het inzetten op straatcoaches je meer bereikt. Ja, meneer Van Meer? Nee, de straatcoaches hebben in Boxmeer goed gewerkt tot nu toe, voor zover ik weet. Alleen het nadeel van BOA's en politie is dat het achteraf is. En repressief is. En terwijl ik veel meer uitga van... aan de voorkant, preventief, daar zit een veel grotere functie. Iedereen maakt dus wat mee. Sommige mensen maken dan ook verkeerde keuzes. Dat kan wel eens uitmonden dat ze iets doen wat niet de bedoeling is. Maar als je die mensen helpt, als je die mensen wijst op wat ze doen aan de voorkant, dan kun je het voorkomen. En voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus ook de straatcoaches. Onder andere werken die daar heel erg aan. Maar het gaat hier over zomaar ook extra BOA's. En zomaar BOA's neerzetten gaat niet helpen. En ook vanavond zien we dan weer... dat er best wel druk op de maatschappij is. En dan denk ik, ja, gaan we nou echt zo met elkaar om? Volgens mij is dat niet de goede basis en werken we op die manier niet aan veiligheid. En werken we alleen maar aan verdeeldheid. En werken we alleen maar steeds meer agressie in de hand. Volgens mij moeten we weer terug naar een tijd waarbij we elkaar gewoon op een normale manier kunnen aanspreken. En waarbij we normaal met elkaar kunnen omgaan. Ik denk dat dat de beste manier is om met z'n allen weer een stukje veiliger te voelen. Ja, maar heb je dan geen mensen nodig die af en toe een oog in de cel houden? Wat zei je? Heb je dan geen mensen nodig die af en toe een oog in het zeil houden? Dat zouden BOA's kunnen zijn, hè? Die hoeven niet... Tuurlijk, hè. Kijk, uiteindelijk als er iets doet, als er een inbraak is, moet de inbreker gepakt worden. En als je iets vernielt, dan moet je gepakt worden. En daar is wel degelijk politie voor nodig. Er zijn ook BOA's voor nodig. Daar moet een gepaste aanpak op komen. We weten allemaal dat de politie onder druk staat. Dat ze het heel erg druk hebben en te weinig mensen. Dus laten we hopen dat er wat bij kan. Maar zomaar 10 BOA's erbij zetten bijvoorbeeld gaat niet helpen. Nee, maar... een BOA zou er kunnen zijn in een uitgaansgelegenheid, al lopen ze maar rond. Dat werkt al preventief natuurlijk. Hè. Ze hoeven niet per se gelijk mensen op te pakken. Ze kunnen helpen met QR-codes scannen. Er zijn toch wel dingen te bedenken waardoor het toch veiliger wordt, meneer Teunissen. Ja, dankjewel. Dit is nou echt de politiek. Hè? De stelling is, door gebrek aan politie moet de gemeente meer BOA's aannemen. We hebben het dus over straatcoaches en over touwtjes in de deur van Terlouw, geloof ik, of zoiets, hè, veiligheid. Nou, ik wou gewoon met de stelling blijven. Ik ben er dus niet voor om meer BOA's aan te nemen. Nee. Ik kom nu uit de tijd dat BOA's nou niet per se de meest bij de hand mensen waren. Oeh, ja, nee, maar dan zal u niet de dank worden afgenomen, want ze doen natuurlijk wel gewoon heel erg nuttig werk. Maar u laat mij niet uitpraten. Ik kom meneer Teunissen. Ja, dat kan, dat mag u gerust zeggen. Ik verwacht ook dat u zo reageert. Ja. Maar intussen... Blij dat ik voorspelbaar ben. Wat zei je? Blij dat ik dan voorspelbaar ben. Dat is ook goed. Intussen is door de professionalisering van de opleiding is dat natuurlijk een stuk beter geworden. Absoluut. Maar ik vind... En dan word ik professioneler. Hè? Ik vind dat BOA's niet met al die dingen opgeschreven moeten worden. Als er te weinig politie is, moeten we met z'n allen ervoor zorgen. Proberen ervoor te zorgen dat er meer politie is. En niet BOA's met allerlei dingen opschepen waar ze eigenlijk gewoon helemaal niet voor zijn. De gemeentes gaan niet over de hoeveelheid politieagenten. Dat doen ze inderdaad. Nou, ik denk dat gemeentes via de landelijke partijen enzovoorts best voldoende, of in ieder geval... invloed kunnen uitoefenen op de landelijke partijen. Dat gebeurt nog steeds. Hè. Lees al die beleidsstukken enzovoorts. Dat gebeurt nog steeds. De G5 en weten ze allemaal. Die hebben allemaal invloed naar boven toe. En daar moet het over gaan. Meer politie op de straat en niet zoveel BOA's. Wat mij betreft. Nee, maar goed. Maar, we hebben natuurlijk wel een uitdaging met elkaar. Hè. Kijk, de BOA's zijn ook goed. Waarschijnlijk komt de omgevingswet ook 1 juli 2022. Nou, zo denk je, waarom begin je over de omgevingswet? Omdat handhaving ook bij ons komt. En we hebben het ook bijvoorbeeld heel vaak de stelling gehad over de handhaving in het buitengebied. Moet je dat door BOA's laten doen? Ja, ik heb daar mijn twijfels bij. Ik denk dat de politie daar ook een beter apparaat is. Ik ben ook benieuwd hoe jullie dat tegenkomen. Ambtenaren die daar deskundig op zijn, of niet? Ik heb het over criminaliteit. Staat daar criminaliteit? Staat er geen criminaliteit? Ja, laten we wel even duidelijk zijn voor de discussie. Politie heeft totaal andere bevoegdheden dan een BOA. Hè? Een
BOA kan rondlopen, kan signaleren. Een BOA kan beboeten onder bepaalde voorwaarden, ook niet alles. Ze zullen niet uw snelheidscontrole uitvoeren. De politie heeft opsporings- en geheime informatie en toegang tot veel meer databases om juist te zorgen dat we die veiligheid kunnen waarborgen. Dus ben ik eens dat wij de politie, en daar kunnen we als gemeente niet alles aan kunnen doen, maar we kunnen wel een geluid laten horen. Dus ik denk dat we het daar in ieder geval over eens zijn dat we dat kunnen doen. En BOA's moeten we waar nodig, bijvoorbeeld de straatcoaches, wel degelijk ondersteunen. En dan kan best zijn dat daar behoefte aan meer is. Daar sta ik helemaal niet negatief tegenover. Maar nog steeds vind ik dat die preventieve werking en de discussie en het maatschappelijk debat dat wij met elkaar voeren een veel groter impact heeft op het gevoel van veiligheid. Het zal de buurman maar zijn. Ja, absoluut. Sorry, Thomas. Het zou je buurman maar zijn. We zijn net keihard onderbroken. Het zou je buurman maar zijn. Dan zou ik me behoorlijk onveilig voelen. En dat is een discussie die we met elkaar aan moeten. Je kunt zelf ook iets doen als je zo'n buurman hebt. Ja, verhuizen is niet zo makkelijk. Daar hebben we het net ook over gehad. Nou ja, kijk, uiteindelijk. Het is gewoon zo dat we merken dat de maatschappij verhardt. Er is meer criminaliteit tegen bijvoorbeeld hulpverleners. Ontzettend jammer. Ja. Er zijn meer meldingen dan ooit. We zien de discussies rond bijvoorbeeld het AZC helemaal uit de klauwen lopen. Dat is allemaal mooi, maar dat is politiek. Hè? Dat is een heel referaat over veiligheid. Gewoon meer politie of meer BOA's. Meer politie of meer BOA's. U staat hier om verkozen te worden als politicus. Ja, maar niet om al die riedels af te werken. Wacht even, dus u vindt het wel leuk om politicus te zijn, maar dat komt niet over de inhoud. Doe maar bij de hand. U betekent mij nou van... Maak je hem uit. De stelling is... Meer politie of meer BOA's? En dan zeg maar ik, u gaat meer nou politie. Hier zeggen, we gaan een wiskundig sommetje doen. Ik wil u misschien dan wakker maken, maar nee. Politiek is geen wiskundige som. Politiek is een afweging maken en daar heeft u een context bij nodig. Ja. En de context is wat mij betreft niet meer BOA's, maar meer politie. Nou, volgens mij zijn we dat met z'n drieën eens. Alleen wij schetsen de context en u draait hem de hele tijd terug naar de stelling. En dan zegt u tegen ons dat we politicus zijn. Nou, ik ben de afgelopen paar jaar wel in de gemeenteraad actief geweest. Ja. Daar heb ik geleerd dat de context heel belangrijk is. Ja. Dus jullie gaan om af te sluiten, jullie gaan er samen voor zorgen dat er meer politie komt. We gaan vooral zorgen dat er inzet komt waar die nodig is. En preventief. Preventief, goed zo. Meer politie. Dank jullie wel. We gaan even luisteren naar Emma Joan. En nou moet ik de naam van de pianist, Hugo weet ik. En Hugo luisteren. Emma, jij vertelt zelf wat je gaat zingen. Ja. En waarom en hoe lang en dat soort dingen. Oké. Succes in ieder geval. Het eerste nummer wat we gaan spelen is een hertaling van een nummer van Davina Michel. Nobody's Perfect. In onze versie Zo Mooi Als Je Bent. Ik dacht altijd dat niet bij me werkte. Ik was onzeker, stil, een beetje verlegen. Ik kijk naar woorden die ik nauwelijks herken. Je bent goed zoals je bent. Het ene oor in en het andere uit. Ik was er nog volledig van overtuigd. Maar ik zie een foto van toen en ik denk, je bent mooi zoals je bent. En als ik kon praten met ze, mijn dag zo klein. Ik zou vertellen dat het soms ook best moeilijk kan zijn. Ik zou haar zeggen dat ze het waard is. Zo mooi, bijzonder en speciaal. Tranen maar weg, want niemand is perfect. Is perfect. Oh.
tranen maar pech, want niemand is perfect. Dankjewel. Dankjewel. We gaan jou zo nog even horen. Jij mag. Ja. Dankjewel. Het volgende onderwerp, daar nodig ik uit Willy Hendricks van Team Lokaal, Hetty Egger van ChristenUnie en Johan Hermanissen van Liberaal LBC. De stelling die we hebben is, het zwemonderwijs dat moet terug naar de basisscholen en de gemeente gaat er allemaal betalen. En dat, ja, daar bent u niet mee eens, hè? Dat zou ik wel. Ik ben het mee oneens. Inderdaad, want kijk, we hebben dat in het verleden gehad. En in het verleden was dat ook hard nodig. Toen hadden heel veel kinderen geen zwemles gehad. Maar nu, als ze op de school komen, meestal beginnen de ouders al, als ze 4, 5 jaar zijn, beginnen ze met de kinderen met zwemmen. Vinden ze heel belangrijk, water, veel water in Nederland. Dus die kinderen moeten hun zwemdiploma al halen. En dan is het gevolg dat als die kinderen via school zwemles hebben, dan is dat een natte gymles. Zeg maar. En wij vinden wel dat ieder kind moet kunnen zwemmen. Laat dat helder zijn. Maar dat kan. We hebben daarvoor hele goede regelingen in het Land van Kuik. Dat durf ik rustig te zeggen. We hebben daarvoor hele goede regelingen dat als ouders het zelf niet kunnen betalen, wij daar een handje bij helpen. Dus dat elk kind moet leren zwemmen en een diploma moet halen, vinden wij terecht. Maar niet via de school. Het kost u te veel geld eigenlijk? Nee, het gaat niet over het geld. Het gaat over dat het onzin is. Kinderen hebben al een zwemdiploma. Dan wordt het een natte gymles. En dat hoeft niet. Als je ziet wat er allemaal bij komt kijken, dan denk ik, nee, dat kunnen we beter niet doen. We kunnen beter die kinderen naar de sportzaal sturen of naar de gymzaal. Maar niet via de school die zwemles laten doen. Meneer Hermanissen? Nou, ik ben het helemaal niet met mevrouw Hendricks eens. Wij als Liberaal Land van Kuik zeggen toch dat zwemles bij het basispakket hoort wat leerlingen op school moeten krijgen. En of de gemeente helemaal aan de lat moet staan om het te betalen, dat is natuurlijk aan de invulling achteraf hoe dat je het gaat doen. Maar we leven in een waterrijk gebied hier. We zitten natuurlijk, en ik kom uit de tijd dat ik zelf heb ook nog zwemles gehad op school. Toen zag je of de ouders er meer bedeeld waren of minder bedeeld waren, iedereen kon zwemles halen. En nu zie je toch, en ook al zijn er stichting leergelden en zijn er mogelijkheden om geld binnen te krijgen, zijn er toch gezinnen en kinderen die niet de mogelijkheid krijgen, omdat de ouders misschien rijken schamen om het geld aan te vragen, of het niet erkennen dat ze het geld aan moeten vragen, die het dan toch niet gaan halen. En ik vind het des te belangrijk dat die kinderen dat halen. En u zegt van, het is dan een natte zwemles, of een natte gymles. Natte zwemles zijn sowieso. Alhoewel, toen ik begon, moest ik eerst nog droog zwemmen. Oké, maar ik wil zeggen, u heeft zelf dus ook schoolzwemmen gehad. Ik heb schoolzwemmen gehad. En bent u daar slechter voor geworden? Ja, absoluut. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het zelf verschrikkelijk, want ik was, een afschuw van water. Dus iedere week als ik daar naartoe mocht, dat was toen 1 keer in de 2 weken. Ik geloof dat wij begonnen zijn. En toen ik later zwemles ging halen, toen zei men al, goh, je kunt al drijven en zo. Ik dacht, weet je niet, heb ik al 2 of 3 jaar over gedaan, via school. Dus daar was ik heel blij mee. Maar toen had het nog misschien zin, maar nu niet meer. Want je ziet dat ouders er zich van bewust zijn dat kinderen zwemles moeten nemen. En heel veel ouders weten het, en anders weten school het wel. De school weet ook dat als ouders het niet kunnen betalen, dat de stichting leergeld hebben, maar we hebben onze bijstand. En dat is niet zo dat je moet schamen om bijstand, dat is gelukkig voorbij. De scholen die wijzen die ouders erop en die kinderen die kunnen hun zwemles halen. Mevrouw Egger. Dat is niet voorbij dat mensen zich schamen. Ze schamen zich nog steeds. Op dit moment is het nog steeds zo dat 107 mensen per jaar verdrinken, waaronder een groot aantal migranten. Vooral migrantenkinderen. En daar moeten we in onze gemeente met 2 locaties van asielzoekerscentra wel aandacht voor hebben. Maar er is nog iets. De kinderen hebben in de lockdown behoorlijk wat kilo's gewonnen. We hebben een obesitasprobleem in Nederland langzamerhand. En het sporten moet allemaal in de tijd van de ouders gebeuren, die dat ook nog moeten combineren met hun werk.
Als we nou echt werk willen maken van brede scholen, dan haal het sport in de school en begin met zwemmen in dit waterrijke gebied. Want dat is ook goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen, die nu alleen maar achter een laptop alleen nog maar hun vingertje motorisch ontwikkelen. En de rest niet. En we doen meteen iets aan het obesitasprobleem. Mevrouw Hendricks, inderdaad. Een natte gymles, is dat niet beter dan de hele dag gamen? Nee, dat klopt. Maar kijk, er is meer dan alleen zwemles. En ik vind dat een stukje verantwoordelijkheid ook van de ouders. Die doen dat ook heel goed. Dat zien we bij ons. En u zegt dat er veel asielzoekerskinderen verdrinken of wat dan ook. Maar dat zijn ook vaak oudere mensen die gaan zwemmen en dat niet kennen. Dus ik ben het er absoluut mee oneens dat dat via de school moet. Ik denk dat dat weggegooid geld is. We hebben, als u zegt, de buitenschoolse activiteit zou zwemmen kunnen zijn. Nou, ik geef het u te doen. Als we dat gaan doen, dan wordt het nog veel kostbaarder om de kinderen daar op die buitenschoolse... Ik kan u zeggen, u gaat erop besparen, want u subsidieert nu al de zwembaden en die staan overdag voor een groot deel leeg. Die subsidiëren wij niet. Geen enkel zwembad subsidiëren wij. Geen enkel. Nou, geen zwembaden hebben in Kuin, het nu moeilijk. In Boksmeer niet. In Boksmeer niet. Door de lockdown zijn de zwembaden een tijd lang niet operationeel geweest. Die zullen het moeilijk hebben. Willen wij zwemvoorzieningen voor zwemles handhaven, dan zal daar geld van de gemeente bij moeten. En als we dat dan combineren met het gebrek aan bewegingen van de kinderen op basisscholen, dan denk ik dat je daar als gemeente uiteindelijk geld mee bespaart. Nou, wil ik u toch even onderbreken, want u zegt gebrek aan beweging. Nou, ik weet zeker, die scholen die doen ontzettend hun best om die kinderen te bewegen. We hebben zelfs bij de stichting Doe Je Mee, hebben we mensen die ze daarin begeleiden. Dus die kinderen krijgen genoeg bewegingsonderwijs. Kijk, en als u zegt obesitas en weet ik wat, ja, dan moeten we ook met de ouders beginnen. En ik weet, in Kuik, daar hebben ze JOG, dat is jongeren op gezond gewicht. Ik kijk even naar meneer Jillissen, die weet daar veel meer van. Dus dat hebben ze daar ook al. En dat hoeft niet via het zwemmen te gebeuren. Dat kan op allerlei andere manieren. Nee, maar we hebben het hier over het zwemmen. En ik vind het wel, als partij zijnde ook, dat we een binnenschoolse activiteit is. Dat het op de tijdens de schooltijden moet gebeuren. Ja, daar verschillen we dan van mening. U geeft zelf net al aan. Van, u ook vroeger, altijd. U was het altijd met me eens. Vroeger. Nou, we zijn qua zwemmen. Maar dus nu, zijn we zijn met elkaar andere, eens. We zijn het nooit met elkaar eens. Is het iets anders? Maar het is uiteindelijk zo. U geeft zelf net aan van tijdens de zwemles gebeurde het niet. Want ik wou ook niet graag zwemmen. Ik was bang, noem maar op. Nou, zo zijn er kinderen die ook bang zijn. Die buitenschools de zwemles moeten gaan halen. Dus die afhaken vroegtijdig. En mevrouw Egger geeft het goed aan. Het juist zijn niet. Heel veel. Toch iedere dode die er valt is te veel door verdrinking. Oh, daar ben en ik het mee eens. Je ziet heel vaak dat er migranten en toch mensen met een achterstand, dat die degene zijn die het lot treft. En dat moeten we zeker voorkomen. Dus kunnen we daar als gemeente aan bijdragen? Zeker doen. Ja, maar het is zo zonde als je dadelijk een groep hebt van 30 kinderen, waarvan er 2 niet kunnen zwemmen. Die andere 28, die vervelen zich, die doen maar wat. Ja, maar je kunt het ook omdraaien. En daarbij, de groep, als je een groep hebt, dan is het heel moeilijk om dat individuele zwemonderwijs aan die paar kinderen te geven. Ja, maar u moet dan een moet beetje uit de box leren denken. Ik denk dat wij naar het Amerikaanse model gaan, waarbij de schooltijden langer zijn en je sporten in de schooltijd gaat doen. Doen we ook. Ja, doen we ook. Het maar dan hoort dat zwemmen daarbij. Nee, dat hoort er niet bij. Want ja, je kunt het die buitenschoolse opvang niet aandoen dat die naar een zwembad moeten in Boksmeer. Nee, ik heb het over de scholen, niet over de buitenschoolse opvang. Nee, ik heb het over de scholen. Ja, ik verschil duidelijk van mening. Ik denk echt dat het verspilde ik denk dat wij achterlopen en dat we naar Amerika moeten kijken hoe het daar je kunt het ook omdraaien. Nu zie je, vroeger toen de tijd dat de school zwemmen nog gewoon normale zaak was, gingen de ouders het niet initiëren om hun kinderen op zwemles te doen. Nee. Het schoolonderwijs die nam het zwemles over en daar gebeurde het. Nee. Toen de zwemles wegviel op de schoolactiviteit, gingen de ouders het zelf initiëren door de kinderen op een privé zwemles te zetten. En zo hoort het. Nee, dat vind en ik zo niet. Hoort ik vind het een basis iets een wat stukje op school als educatie moet gezien worden. Ik we moeten leren lezen, we moeten leren schrijven, maar we moeten ook leren zwemmen. Ja, ik zat er van te kijken, want u hebt dat nooit gehad. U was altijd een andere mening toegedaan, want we hebben met elkaar besloten ooit om het schoolzwemmen te schrappen uit de begroting. Ja, maar nu gaan we dat moderner worden. En nu gaan we naar het Amerikaanse model kijken en gaan we sport in de school halen. De scholen kopen het nu al apart in, dan kun je dat net zo goed met zwemlessen ook doen. Ik wil niet ons vergelijken met het Amerikaanse model. Want daar ben ik het absoluut mee oneens om dat allemaal over te nemen. De goede dingen wel, maar ik vind dit geen goed ding. Ik denk dat er vele betere andere oplossingen voor zijn. Ik hoor het al, u gaat niet naar het zwembad, denk ik, morgen. Nou, als mijn kleinkind komt misschien wel. Dan kan ik nog zo'n klein badje. Ja, okay. Moet lukken. Dank jullie wel. Ja, ik denk dat mevrouw Hendricks niet kunnen overtuigen. Een volgend onderwerp.
onderwerp. Een lastig onderwerp waar veel om te doen is. Wij nodigen uit Mike van Diemen van GroenLinks PvdA. Willy Hendricks van Team Lokaal wederom. En Ben Litjes van Keerpunt. Over het onderwerp landbouw. Landbouw. Ik mag blijven staan. Hoor. Ik mag blijven staan. Ja, dat wist ik niet. Was me niet gezegd. Ik mag blijven staan. De microfoon mooi warm gemaakt. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ik zei het al. Er is veel te doen over het verplaatsen van boerenbedrijven. Boeren die weg moeten. Ook in het kader van de stikstofcrisis. Als er één gemeente of allerlei gemeentes die toekomstige gemeenten worden agrarisch zijn. Dan is het natuurlijk wel Land van Kuik. Hè? We kennen allemaal de boerenbedrijven. En de stelling is... De gemeente moet geld reserveren om het verplaatsen van boerderijen mogelijk te maken. Dus minder boeren misschien wel in de nieuwe gemeente Land van Kuik. En misschien wel huizen of andere zaken. Ik zie u in stemmen knikken. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat iedereen weet die zich met landbouw bezighoudt of die naar het systeem kijkt. Of ook alle regels die we er nu voor aan het opstellen zijn. Weet dat het systeem van landbouw zoals er nu ligt gewoon totaal onhoudbaar is. De natuur gaat eraan kapot, de boer kan er niet fatsoenlijk aan verdienen. De mensen hier in het Land van Kuik zitten in de stank en in de vieze lucht. Dus we moeten met z'n allen naar een andere manier van landbouw. En dat betekent onder andere dat je moet kijken wat is nou een goede plek waar we kunnen, de landbouw toe kunnen laten. Dus niet langs natuurgebieden. En dat betekent ook dat we boeren een ander verdienmodel moeten geven. Dat we ze moeten vertalen voor een goede prijs, voor een beter biologisch en duurzaam product. En dat we ze gaan betalen voor het landschapsonderhoud wat ze doen. Er zijn heel veel andere dingen dan alleen maar betalen voor het meeste vlees en de hoogste productie. Want daar maken we de aarde mee kapot en dat doen we al veel te lang. Ja. Meneer Litjes, u komt zelf van het erf, om het zo maar te zeggen, toch? Van het boeren. U komt zelf ook al van het boerenbedrijf? Ja, dat is geen probleem. Ze gaan naar een hoog niveau. Ik ben er voor de boeren. Even de microfoon ietsje hoger. Dichterbij, dan horen ze u beter. En ik zag die meneer al, want ik dacht, hij heeft het tegen mij. Ik moet iets doen, maar u moet iets doen van hem. U moet iets doen. Hallo? Ja, die meneer. Kom maar goed. Als boerenbedrijven verplaatst moeten worden in het kader van het zogenaamde algemeen belang, is dat Keerpunt van mening is dat deze bedrijven schadeloos gesteld moeten worden. Op welke wijze dat geschiet is een kwestie van overleg tussen de overheid en de agrariër. Maatwerk is daarbij van groot belang. Wie de schadecompensatie gaat betalen, lijkt mij dat dat afhangt van de situatie. Wil de gemeente dat een boerenbedrijf ter plaatse in de kader van het algemeen belang moet stoppen, dan is de gemeente ervoor te zorgen voor een schadeloosstelling. In de stelling wordt gesproken over verplaatsing. Wat te doen als de plaats inhoudt dat de boer gaat emigreren? Dat willen ze natuurlijk allemaal wel leren. Het lijkt me voor de gemeente Land van Kuik een onmogelijke opgave om zelf de middelen beschikbaar te stellen voor de verplaatsing. De gemeente. Klaar, meneer mevrouw Hendricks, ik weet niet u tussendoor even. Ja, ik weet niet hoe lang uw verhaal is. Nee, want ik heb het niet opgeschreven. Misschien moet ik het er van ons ook even bij halen. Ja, doe maar. Nee, ik ken het van buiten. Ik hoop dat ik het van buiten. Maar ik weet niet hoe lang, want kijk eens, ons klokje tikt. Ja, dat tikt wel vaker. De gemeente zorgen dat het voor de goede reserve van de onvoorziene situatie lijkt mij verstandig politiek. Nou. In ieder geval werkt Keerpunt er niet aan mee dat de boeren voor verplaatsing kosten moeten opdraaien als zogenaamd algemeen belang aan de orde is. Nou, meneer Leekens. Goed, ik heb voor de eerste keer... Dat u mij uitgeeft laten. Fijn dat ik eens kennis maak met u, want ik heb met u nog nooit een discussie gehad, dus ik vind dat wel leuk. Maar ik vind gewoon dat we gewoon goed moeten kijken bij die boerenbedrijven. Natuurlijk, er moet van alles gebeuren, dat weet iedereen. Maar we hebben heel veel goedwillende boeren, laten we daar ook van uitgaan. Ja. En die boeren willen ook wat. En ik denk dat het voorbeeld wat we hebben in Sint-Antonis, waar keukentafelgesprekken plaatsvinden, ik denk dat we dat best... mogen trekken naar het hele Land van Kuik. Ik vind dat een goed iets. Dan ga je met de boer in gesprek. En dan zeg je, meneer boer, wat wil jij doen? Wat wil jij straks voor de toekomst? Wil je... Ja, meneer boer. Wilt u uitbreiden? Wilt u... Waar kunnen wij u mee helpen? Wij kunnen dan niet met geld. Nee. Laten wij wel wezen dat wij als gemeente geen geld kunnen investeren. Dat hebben we gewoon niet. We hebben zoveel andere dingen die ook heel belangrijk zijn. Dan zullen we met het Rijk en met name ook met de provincie, waar landelijke politici zitten, het gesprek aan moeten. Ja. En dan kunnen wij wat bereiken. En met elkaar, maar ook met de boer, serieus nemen. Het gesprek aangaan zoals we dat in Sint-Antonis. Ik denk echt dat een heel, heel mooi voorbeeld is. Meneer Van Diemen. En zie je maar weer dat landelijke partijen het kunnen bereiken. Weet je, ik ben blij dat nou, u... Nou, dat wil ik even zeggen. Die hebben nog niks bereikt.
Niets bereikt? Nee. Oh, dat is mooi. Te weinig. Oké. Okay. Nou, wat u in ieder geval heeft bereikt met die keukentafelgesprekken, ik ben daar heel erg benieuwd naar. We zijn het al 4 jaar aan het doen in Sint-Antonis. Hoeveel boeren zijn er gestopt in de tussentijd? Hoeveel boeren zijn er geswitcht naar duurzame kringlooplandbouw? Hoeveel boeren hebben geïnvesteerd in biodiversiteit rond de akkers? Hoeveel boeren zijn overgegaan tot maaien vanuit binnen en naar buiten? Die zijn er echt. En u hebt nu de verkeerde wethouder voor. Want ik ben niet de wethouder van Sint-Antonis. Maar ik durf gerust te zeggen dat dat een voorbeeld is voor velen. En dat meen ik oprecht. U heeft wel de goede lijsttrekker van GroenLinks PvdA voor zich. Ik kan u vertellen, er zijn veel te weinig boeren die de stap maken naar duurzame kringlooplandbouw. Ben ik niet met u eens. En ik kunt een mooi verhaal vertellen. En gelulde hier aan de tafel. Ja. Maar ik ben het er helemaal niet mee eens. En u moet de werkelijkheid onder de tafel zien. Zoals het nu is. We laten niet afspreken dat we niet door elkaar praten. Dus we laten elkaar wel even uitpraten. Want anders is het voor de kijkers niet te volgen. Dus. Het is ontzettend goed en ontzettend belangrijk ook om met boeren in gesprek te gaan. Maar met alleen maar een gesprek komen we nog steeds nergens. Nee, de boeren afpersen, aan de strop hangen. Dat moeten we doen, hè? Helemaal niet. Die boeren zorgen voor het eten, voor het drinken. Heren, maar een goed gesprek. Wat jullie nu niet doen, een goed gesprek brengt heel veel op. En dat is ook als je elkaar serieus neemt. Dat moeten wij ook. Wij moeten elkaar ook serieus hebben. Ik neem u serieus. Alsjeblieft. Nou, dat heb ik van vanavond binnen, jongens. Meneer Leetjes, neem me serieus. Nee, maar ik meen het oprecht. Als we elkaar serieus nemen, ook die boeren, die willen ook, hoor. Die zijn niet zo dat ze zeggen van, wij willen koetkekoet rijk worden of weet ik wat, over de rug van anderen. Ook die boeren willen wel. Maar die boeren moeten ook serieus genomen. Er moet hun iets aangeboden worden waar ze mee vooruit kunnen. Juist. En dat moet ook het Rijk en de provincie over de brug komen. En dat kunnen wij niet alleen. Nee, niet alleen, maar we kunnen er wel mee beginnen. Maar wij beginnen in Sint-Antonis zijn ze daarmee begonnen. En die wethouder zit in de hoek en die zit al, die, volgens mij hebben heel veel agrariërs die er wat willen. 7 die al gestopt zijn. Weet u, u praat alleen maar in cirkels en u bent niet bezig met circulaire landbouw. En dat is waar Nee, dat doen ze ook. Nee, dat ben ik niet met je eens. En dat vind ik zo jammer. Jullie brengen het gevoel over naar de boeren dat jullie anti-boer zijn. Nee, helemaal en niet. Wij zijn in ieder geval een partij die iedereen hartstikke serieus neemt, ook die boer. En die boer is van goede wil, dat geloof ik. Als je ze serieus neemt, dan bied je ze ook een redelijk alternatief. En dan vertel je ze ook gewoon het eerlijke verhaal. En het eerlijke verhaal is dat alleen maar met mensen in gesprek gaan. En alleen maar doorgaan met de huidige manier van boeren. Maar er zijn 70 agrariërs in Sint-Antonis. En boeren serieus nemen betekent ook dat als er een motie wordt aangenomen in Boksmeer om vergunningen in te trekken, dat het college die dan uitvoert en niet dat uw college die gewoon naast zich neerlegt. Jij zit toch niet in Boksmeer, of wel? Wij hebben het college. We gaan naar de afronding, want het is wel moeilijk te volgen. Ik wil dit even rechtzetten, want dit college neemt dat wel serieus. Dit college heeft, de raad heeft gezegd, en ik heb toen onze wethouder vervangen, de raad heeft gezegd, als iemand zo lang een vergunning heeft en die wordt niet uitgevoerd of die wordt niet ingetrokken of wat dan ook, dan moeten wij die agrariër in ieder geval de kans geven om nog binnen een half jaar dat wel te doen. Is dat niet zo, dan gaan we het gesprek aan, is de vergunning ingetrokken. Dat doen wij wel, ook als college. Het is jammer dat u verkeerd geïnformeerd bent. Ik ga toch die persoon... Ik denk het maar dat u verkeerd geïnformeerd bent. Ik krijg bijval van meneer Leetjes. Meneer Leetjes. Zo is dat. Hup. Mooi, dan heeft u het al mijn fout. Hup. Zo is dat. Ik heb nog één slotvraag. Is het voorstelbaar dat er over 10, 20 jaar in het land van Kuik helemaal geen boeren meer zijn? Nee. Voor mij niet. Nee, absoluut niet. Nee. Want wat we nu zien is, we hebben veel minder boerenbedrijven, maar hetzelfde aantal dieren. En wat wij willen is minder dieren, meer bedrijven. Op een circulaire, groene manier landbouw. Jawel. Dat is mooi gezegd. Maar wat hebben jullie dan? Wat stellen jullie daar dan tegenover? En jouw landelijke partij? Wat doet hij dan? Ik stel voor dat jullie dadelijk in de bar nog even verder praten. Mag dat? Ik dank jullie hartelijk voor jullie bijdrage. Ik drink niet, dus wat dat betreft. Nou, maar wel in de bar, meneer Leetjes, een glaasje water. Een glaasje water in de bar. Ja, dat hebben we hier, maar daar kunnen we het ook drinken. Dank jullie wel, het wordt steeds weer warmer hier. Ik ben heel jong, ik was niet zo veel. We gaan het hebben over onderwijs. En ik zou graag hier naar voren willen hebben meneer Van der Meer van D66, meneer Hermanissen van Liberaal Land Verkuik en meneer Baudet van de VVD.
Ja, jullie zijn erover eens wie in het midden zit? Nee, onderwijs. De stelling is, kleine scholen moeten worden opgedoekt. En dat zou ten goede komen van de kwaliteit van het onderwijs als je grotere scholen maakt in de grotere kernen. Wie mag beginnen? Ik wil dit wel aftrappen. Ik ben het met die stelling helemaal niet eens. Dat dacht ik al. Ja? Maar ga verder. Nou, ik kom zelf uit de kleine kern en ik zie zelf ook hoe de kleine scholen, hoe het kan in ieder geval als kleine school, om het niveau goed te houden. En dat is wel een belangrijke maatstaf die we aan moeten blijven houden. Kwaliteit van onderwijs. Kwaliteit van onderwijs, dat zal altijd de maatstaf moeten blijven of een school open moet blijven of niet open moet blijven. Het is uiteindelijk zo, de landelijke regelgeving geeft aan, 23 leerlingen volgens mij is het minimum wat de school moet hebben. Maar dat is maar een absoluut getal. Een getal is maar een getal, daar kun je niks mee. Je moet op den duur staven, wanneer is het onderwijs kwalitatief, technisch niet meer aanvaardbaar, dan moet je ermee stoppen. En als dat bij 60 leerlingen is, moet je bij 60 leerlingen doen. Maar je ziet in Maastricht. Maar dat is toch eigenlijk precies waar het over gaat. Als het onderwijs niet meer goed gegeven kan worden, dan moet je ermee stoppen. Nou, in de kleine praktijk scholen. Blijkt dus wel dat een kleine school dat helemaal niet hoeft te hebben, dat het onderwijs daaronder komt te lijden. Het goede voorbeeld daarvan is het dorp Maastricht, waar ik zelf woon. Daar is een aantal jaren geleden discussie geweest om de school te gaan sluiten. Ze zijn daar, hebben we als ouders daar een grote de schouders onder gezet om die school juist in de teugels te houden. Het onderwijssysteem is erop aangepast, kindgericht onderwijs. Het leerkrachtenteam is erop aangepast met de goede kwalificaties die bij die opleiding, bij die schoolvorm past. En de resultaten zijn gewoon heel goed. Dus je ziet nu dat zelfs kinderen van buitenaf naar de kleine school komen, omdat juist de massa voor de kinderen juist niet goed is en de kleine school goed. Maar nogmaals, kwaliteit van het onderwijs blijft de maatstaf. Leidend. Meneer Van der Meer, onze D66, de onderwijspartij, zeggen ze toch altijd? Ja, zeg het maar dan. Ik denk dat iedereen het altijd eens is. Kwaliteit van onderwijs is ontzettend belangrijk en dat moet de maatstaaf zijn. En dan is altijd de vraag, maar wanneer ga je over naar het gesprek? Goh, wat gaan we doen aan die kwaliteit? En helemaal terecht dat meneer Maans ook zegt van ja, we hebben er nog een goede schouders onder gezet en dat is hartstikke mooi. En het is een hartstikke lastig gesprek ook, hè, als het niet zo goed gaat met de school. Want het is echt, voor zo'n kern kan zo'n kleine school echt een hele mooie bindende factor zijn waar je elkaar spreekt. Maar het is ontzettend belangrijk dat die kwaliteit overeind blijft. En ik begrijp het sentiment. We zagen bijvoorbeeld dat de school in Stevensbeek plannen bekend heeft gemaakt om te gaan verhuizen naar Boksmeer. Daar heeft misschien het CDA van Stunnes een klein beetje liggen slapen, want volgens mij waren de plannen al heel erg lang bekend en toen stond er ineens vooraan, dat moeten we allemaal gaan tegenhouden. Volgens mij zijn dat soort beslissingen altijd aan het schoolbestuur. En als gemeente moeten wij vinger aan de pap houden, gaat het goed, is de kwaliteit goed? Het mag nooit en nimmer zo zijn dat nostalgie of emotie in de weg staat van kwaliteit van onderwijs. Misschien dat wij er wat strenger in zijn dan de andere partijen, dat wij wat meer voor die kwaliteit kiezen en dat nog net een puntje eerder prevaleren dan het sentiment in het dorp. Maar ik denk dat we het met z'n drieën allemaal eens zijn dat kwaliteit het allerbelangrijkste is. Meneer Baudet, bent u het meest met uw buren? Ja, ik ben het eens dat kwaliteit belangrijk is. Ja. Maar het is ook vooral, en daar moet je goed aan kijken als je deze discussie aangaat, welke rol heb je als overheid? En de rol die je als overheid hebt is volgens mij een faciliterende rol. De schoolbesturen zijn aan zet. De schoolbesturen zijn aan zet om ook die kwaliteit te bewaken. Natuurlijk mogen we er iets van vinden, maar we zijn er niet verantwoordelijk voor als gemeente. En daar moet je ook ontzettend voorzichtig mee zijn. Natuurlijk moet je in gesprek met die schoolbesturen, maar je moet even duidelijk hebben welke rol heb je. Ja, maar als we het dan even wat erger, wat strakker neerzetten. Hè? Kijk, een VVD is liberaal en hart en nier en de D66 natuurlijk ook liberaal. We vinden ook dat je elke kans moet pakken. Maar ergens moeten we ook wel de maatstaf en de vinger aan de pap houden. Ergens moeten we ook wel kunnen ingrijpen als overheid. De woningmarkt staan bijvoorbeeld, maar onderwijs bijvoorbeeld ook. Ja, we moeten het niet alleen maar aan de instellingen en de schoolbesturen laten. Je moet ook een beetje vertrouwen hebben in de professionals die daar werken. 100%. En de professionals, en volgens mij is er heel veel D66-stemmers zitten in het onderwijs. Dat zijn allemaal professionals en in dit geval weten ze waar ze het over praten, moet je ook een beetje vertrouwen in hebben. Op het moment dat zij zeggen van wij kunnen de kwaliteit handhaven, dan moet je daar vertrouwen in hebben. Als die school gaat verdwijnen en ontstaat er wat andere discussie in, moet je gaan kijken van goh, welke mogelijkheden zijn er wel, welke mogelijkheden zijn er niet. Maar, ik blijf zeggen, de rol van de gemeente, de rol van de overheid in dit geval, faciliteren, schoolgebouw, ventilatie in dit geval, heel erg belangrijk. Een veilige schoolomgeving is heel erg belangrijk. Daar kunnen we iets aan doen als gemeente. Daar zijn we ook direct
Kunnen we daar invloed op uitoefenen? Taak van de gemeente is natuurlijk faciliteren van het schoolgebouw. Dat klopt, dat is helemaal een feit. Eens. Kwaliteit gaat voorop, maar de gemeente is ook verantwoordelijkheid voor een leefbaarheid in een kern. En een school is toch het basis ook van een leefbaarheid in een kern. Je ziet onze zuidelijke gemeente, die tegen ons aanlegt, gemeente Venray, heeft in het verleden al heel veel scholen in de kleine dorpen gesloten. En in die dorpen zie je juist, die kinderen gaan naar een andere plaats, naar de school. En op het moment dat daar een evenement is, bijvoorbeeld een kermis, dan zeggen ze, geef het kermisgeld van de kermis van het dorp maar hier. Want volgende week is het in het andere dorp waar we naar school gaan, doen we het daar besteden. Zo gaat het met de carnaval en zo gaat het met heel veel activiteiten. Dus daar heeft de gemeente natuurlijk ook een verplichting. Het is niet alleen de school, want de school heeft natuurlijk wel een basis binnen de kern. Vriendengroepen in de klas. Mijn kameraden zijn allemaal vrienden die ik op school heb leren kennen. Maar, dus uiteindelijk speelt het verder. Meneer Maas, het is niet alleen maar de school. Goed, leefbaarheid in de kern, daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar op een gegeven moment moet dan een school overeind gehouden worden vanwege de leefbaarheid. Want dan gaat de ontwikkeling van de kinderen ten koste van dat de leefbaarheid. Dat is waar ik dus mijn betoog straks mee begon. Kwaliteit is eis nummer 1. En je ziet op het moment dat je dat goed inkleedt als school, als bestuur van de school, en je hebt de goede leerkrachten op de juiste plaats met het juiste onderwijssysteem, dat het gewoon kan. Maar Assese is het voorbeeld dat het kan. Ja, neem Landhorst, hè. Daar is de basisschool verdwenen. Die kinderen die gaan allemaal naar Wanrooi. Zijn die kinderen minder gelukkig? Ik zeg niet dat die kinderen minder gelukkig zijn, maar dan zul je als dorp op heel veel andere manieren moeten faciliteren dat die leefbaarheid in die kern wel aanwezig blijft. De basisvoorziening uit het dorp die valt weg en dat is het probleem van de kleine kernen, dat basisvoorzieningen wegvallen. Heel veel voorzieningen kun je als gemeente niks aan doen. Als de ondernemer, de middenstand het dorp gaat verlaten, daar kun je als gemeente niks aan doen. Maar scholen, dat zijn nog iets waar je als gemeente een leidende rol in kunt nemen in zoverre. Dat je het niet kunt blijven faciliteren met de kwaliteit. Goed. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is. Scholen staan natuurlijk niet op zelf. En vooral zo'n kleine school deelt het hele schoolbestuur. Volgens mij vallen alle scholen binnen het Land van Kuik onder slechts een paar hoofdbesturen. En die samenwerking is gewoon ontzettend belangrijk. En daarin zie ik wel heel erg veel meerwaarde. Zo'n kleine school kan misschien niet alles faciliteren. Misschien is het gebouw niet helemaal juf van het. Maar samen met dat schoolbestuur kunnen we wel heel erg veel realiseren. En bijvoorbeeld in een kleine kern kan zo'n schoolgebouw, dat zie je tegenwoordig steeds vaker, dat er ook combinatiefuncties zijn. Dat er bijvoorbeeld bij het dorpshuis wordt bijgezet. Of bij het MFA is meerdere keren sprake van. En juist naar die combinatie, die leefbaarheid in die kern. Maar nogmaals, de kwaliteit van het onderwijs. Ja, en daar kijk, en daar, het aanbod en daar gaat van de stelling is het allerbelangrijkste. En daar gaat de stelling over. En de kwaliteit van onderwijs, dat is juist een taak niet van de gemeente. Dat is de taak van de besturen. Natuurlijk kunnen we daar een ondersteunende rol in spelen. Misschien wel een belangrijke ondersteunende rol in spelen. Misschien zelfs een sturende rol. Misschien zelfs een sturende rol, omdat de gemeente bepaalt waar nieuwbouw kan komen. Laten we ook heel duidelijk zijn, het is ook hartstikke duur. Zo'n schoolgebouw en zo'n multifunctionele accommodatie is echt best wel heel erg veel geld. Dus dat moeten we wel goed doen. Dus u kunt wel zeggen, van, nou, daar zitten we niet zo mee, moeten we een schoolbestuur laten en moeten we doen. Maar het gaat wel over ontzettend veel belastinggeld wat daarin zit. Dus het is wel degelijk belangrijk dat we een goed overleg hebben met die schoolbesturen. Dat we constant daar vinger aan. En tuurlijk, het onderwijs laat ik helemaal aan hun. Ik weet helemaal niet zoveel van onderwijs op de inhoud. Maar het gaat wel over de belastingcenten die we behoorlijk veel daarin moeten investeren. Ja, daarom bij goede resultaten moeten we blijven faciliteren. Ik hoor hier bijna een VVD-reactie. Ja, daar wou ik mee afsluiten. Dat geld heel erg belangrijk is, ja, hoor ik. Daar wou ik mee afsluiten. Ja. Eigenlijk niet dat meneer Van der Meer een VVD-standpunt had, maar wel dat jullie het eigenlijk gewoon met z'n drieën eens zijn. Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Er zal niemand in deze rij zitten die zegt de kwaliteit van onderwijs maakt niet uit. Er zal niemand in deze rij zitten die zegt, nou, een school is heel erg goedkoop. Daar kunnen we ook al voor een paar tientjes. Dus het is gewoon een hele belangrijke context. Ja. En ik denk dat we eigenlijk op dit soort punten is een gemeenteraad meestal ook wel kritisch. Zo van, klopt het echt? En dan vragen we veel aan de wethouder. Weet u het zeker? Heeft u alles onderzocht? Maar uiteindelijk staat de kwaliteit voor de laatste opmerking. Laatste opmerking. En dat is de discussie. Schoolomgeving. Een veilige schoolomgeving. Hè. Laten we daar vooral ook goed op letten. Hè, want die schoolomgeving wordt zo vaak onveilig gemaakt door ouders. En een goede inrichting kan helpen. Maar een stukje opvoeding aan ouders voor een veilige schoolomgeving zal wel heel erg prettig zijn. Helder. Dank jullie wel. We gaan. Ik heb het verkeerde knopje gedrukt. Naar stelling 8. Daarvoor graag naar voren. LPG mevrouw Banning, 50 plus meneer Hekkertoorn en ChristenUnie mevrouw Egger. Wat is die stelling? Oh ja. Succes.
U treft het wel, hè? Dat is al de tweede keer. De roos, mag je een wens doen, hè? De roos tussen twee doornen. Mag je een wens doen? Ja. 13 is te veel. Er moet over 4 jaar een kiesdrempel komen voor partijen. We hebben nu 13 partijen. Ik moet er niet aan denken als journalist dat ik straks bij een begrotingsbehandeling zit, waarbij 13 partijen allemaal 10 minuten iets mogen zeggen over wat ze van de begroting vinden. Dan zijn we ruim 2 uur verder. Dan zit ik de snurken in de stoel, denk ik. 13 is te veel. Wat vinden jullie ervan? 13 is mijn geluksgetal. Maar ik dacht thuis bij deze stelling, denk, oh, volgens mij zijn we lang om hier 8 minuten over te praten. Want wij zijn het er niet mee eens dat hier een kiesdrempel moet komen. Want we leven in een democratie, dus iedereen die mee wil doen, moet mee kunnen doen. Ik weet ook dat het mag niet, hè, een kiesdrempel. Nee, het mag maar niet. Maakt niet uit, maar, nee, maar, het maar even los van of het wel of niet mag. Ik ben het er ook mee. Misschien moeten we dan een ander vak bedenken, Herman. Nee, ik vind dat iedereen die mee moet willen doen, moet gewoon mee kunnen blijven doen. Ja, met het risico dat we straks 13 partijen in de gemeenteraad hebben. Ja. Meneer Hegertoorn. Ja, ik zie het verschil tussen landelijk en lokaal. Ik vind lokaal, er moet geen verkiesdrempel zijn. Iedereen inderdaad die wil meedoen, de kiezer moet kiezen. De kiezer moet bepalen wie of niet komt in de raad. En dat is veel belangrijker dan jij gaat zeggen, je hebt 5% of 10% of wat dan ook. Landelijk, ja, we gaan voor de landelijk belang. En ik vind dat dit wel iets kritischer zijn, dat kan wel. Maar niet hier. Nee. Christine? Ja, ik ga even een knuppel in het hoenderhok gooien. Want ja, graag. Ik ga even naar de zijn oorzaak. Veel te lief voor elkaar. De oorzaak van de versplintering. We hebben heel lang liberale partijen aan de macht gehad. En daarbij staat het individu voorop. En dat individu vindt op een gegeven moment zijn eigen mening het allerbelangrijkste. Je ziet ook juist in die liberale en die wat rechtsere partijen dat daar de afsplitsingen plaatsvinden in de nieuwe splinterpartijen. En de ideologische houvast binnen de partijen is verdwenen. Als er nou één partij is die dat heeft weten vast te houden, dan is het wel de ChristenUnie. Dus daar zul je zo'n versplintering zeker niet gaan meemaken. Dan hebben we de lokale partijen. Dat is vaak een wespennest. En ik citeer hier André Krauwel, die een Vereniging van Nederlandse Gemeenten een column heeft geschreven. Lokale partijen zijn vaak een wespennest die door heftige interne conflicten snel uit elkaar vallen. Dat komt deels doordat nieuwe partijen geen mechanisme hebben om interne conflicten op te lossen. Ze kunnen geen beroep doen op politici met een lange traditie en met gezag om iedereen weer bij elkaar te krijgen. En wat heeft dat te maken met de kiesdrempel? Ik denk dat vooral Team Lokaal daar in de komende periode heel erg moet gaan oppassen. Ja. Dus ik denk dat die versplintering, die lijkt er nu te zijn. Maar ik denk als je gaat stemmen op partijen die een ideologische houvast hoog in het vaandel hebben staan, dat je dat gevaar in ieder geval wat minder zult hebben. Ja. Mevrouw Banning, de lokale partijen bakken er allemaal niks. Ja, nou, ik vind het jammer dat mevrouw Hetty, ik ben even achternaam kwijt, ook netjes mevrouw Hetty, dat u dan, ja, ik zeg altijd, je hoeft niet bovenop andere partijen te gaan staan om zelf groter te worden. Dus u moet het dan nog maar eens zien. Ik denk dat Team Lokaal in dit geval, en daar hebben we iets van meegekregen, een heel zorgvuldig proces doorlopen heeft. Het gaat er vooral om dat we met respect met elkaar omgaan. Nou ja, dat mis ik dan een beetje en dat vind ik niet bij u passen in het antwoord. Maar wat de vraag eigenlijk was, is of 13 partijen te veel is. Of u te veel vindt of we een kiesdrempel moeten doen over 4 jaar dat we zeggen er mogen maar 10 partijen meedoen. Dat was de vraag. Ik zeg dus het saneert zichzelf. En ik heb alleen gezegd dat Team Lokaal moet oppassen. En ik heb André Krauwel geciteerd. Het waren niet mijn woorden. Ja, maar je hebt ook gezegd dat de liberalen heeft de controle over gehad. Maar lokaal is dat niet zo. De laatste 35 jaar, CDA is hier in die omgeving aan de markt. En CDA heeft niks uitgevoerd in 35 jaar. Dus ik ben niet helemaal waar wat je zegt. Volgens mij is het Team Lokaal en de andere. De VVD is al jaren de grootste partij landelijk. Nee, dat is niet landelijk. We hebben het niet over landelijk. We hebben het over lokaal. Lokaal. Nee, maar en lokaal zijn we hier met deze. Over de hele linie zichtbaar. Kijk. Maar goed, om daarop door te gaan, versnippering, is dat erg, versnippering? Ja, ik denk niet dat versnippering erg is, als ze maar blijven samenwerken met elkaar. Maar dat is heel moeilijk, dat hebben we... Nee, dat is moeilijk, goed, daar kom ik vandaan. Ja. Dus dan snap ik dat dat lastig is. Maar ik denk wel dat we daar roep ik alle partijen op om wel te blijven samenwerken. Want ik zat even te denken toen deze discussie, wat zouden de luisteraars thuis nou hiervan vinden? Weet je, hebben mensen überhaupt nog wel vertrouwen in de politiek?
daar maak ik me veel meer zorgen over. Dus, ja. Ja. Maar goed, dan is de versplintering een dat je daaraan kunt zien dat er veel minder vertrouwen is. Omdat er mensen zeggen van ja, die landelijke partijen, daar hebben wij niks mee. We gaan het zelf wel doen. Ja, maar dat komt omdat idealisme weg is uit de politiek. Als mevrouw Hendricks voor Team Lokaal te zeggen van wij gaan het hier zelf doen. En dan krijg je misschien juist wel versnippering. Ja, ik ben alleen maar blij dat meneer Teunissen meedoet. Want hij schrijft nog wel eens kritische stukjes. En ik heb altijd geleerd, als je iets vindt, dan moet je niet aan de zijkant blijven staan, maar mee gaan doen. En dat doet hij niet, dus dat kan ik alleen maar waarderen. Dus ja, versplintering zit in onszelf. En niet. En daar denk ik wel dat we heel hard aan moeten gaan werken. En daar maak ik me ook in de nieuwe gemeente Landelijk Uit wel zorgen over. Over die versplintering? Ja. Ja. En 4 jaar is een lange tijd. 4 jaar je team bij elkaar te houden is hard werk. Ja. En dat moet wel gebeuren. Dus over 4 jaar zien we wel hoe succesvol we hebben. We zitten natuurlijk in Den Haag sommige partijen als loszand uit elkaar vallen. Dat klopt. En er zijn partijen in Den Haag die zeggen, ik ben voor mezelf bezig en landsbelang is niet meer belangrijk. En dat is ook niet waar. En zeker niet hier. Er is niemand hier die zegt, mijn belang is boven de lokaal belang. Dus het is belangrijk dat wij verdedigen de lokaal belang. Ja. Met z'n allen. Ja, het punt is een beetje dat als we heel erg op detailniveau ons als partij gaan profileren, dat je dan alle partijen wel op één hoop kunt gooien. En ik denk dat je echt het idealisme voorop moet zetten en van daaruit je standpunten moet gaan formuleren. En dat zie ik gewoon te weinig in de politiek. Het is zoals de wind waait, zo waait mijn jasje. Maar de idealen en een doordachte grondslag van je politieke partij, die heb je nodig om als één geheel te kunnen blijven functioneren. En dan weten de mensen ook wat ze aan je hebben. Ja, maar nou, mag ik dat misschien niet zeggen, maar ik heb zo'n vermoeden dat jullie met z'n drieën kleine partijtjes gaan worden in de nieuwe gemeenteraad, als je in de gemeenteraad komt. Ja, ja, misschien. Op wat voor manier denken jullie dan als kleine partij in zo'n grote hoeveelheid van 37 raadsleden het verschil te kunnen maken? Nou, het verschil wat we nu ook al maken is door gewoon met de inwoners te blijven praten en om te gaan samenwerken. En niet om elkaar gaan af te zitten maken, wat nu natuurlijk vaak gebeurt. Maar naar elkaar te luisteren. En wat wij vooral belangrijk vinden, en dat is wat we in de gemeente Graven altijd gedaan hebben, is niet, wij zitten er niet voor om in het stadhuis te zitten de hele dag, maar om met de inwoners te gaan praten. Of dat nu voor de gemeente Graven is, of in het hele land van Kuik. Ik denk dat dat het belangrijke is voor allemaal. Ja, en meneer Gertoorn, heeft u dan misschien als eenmanspartij of met z'n tweeën invloed in een grote gemeenteraad, waar 37 mensen zitten? Ja, ik vind voor wel, het gaat om de algemeen belang. En de algemeen belang moet vertegenwoordigen. En dat betekent dat als je klein, 2 of 3 zetels bent, en je moet werken met andere mensen om dat algemeen belang te kunnen waarborgen, dan moet je dat doen. Het is veel meer belangrijker. Ja, tot slot. Ja, ik denk dat een partij als de ChristenUnie een fundamenteel andere focus heeft dan de andere partijen. En dat wij daarom alleen al, ook als eenmansfractie, een enorme bijdrage in de gemeenteraad zouden kunnen leveren. Ja, nou, we gaan eerst 24 november kijken wat er gaat gebeuren. En dan gaan we meemaken hoe het gaat lukken. Dankjewel voor jullie bijdrage. Absoluut. Het is tijd voor muziek. Met pianist Hugo Filius en Emma Joan. En dan daarna gaan we naar het flitsende slot. Ik tel mijn stappen omhoog, terwijl de trap blijft kraken, mijn gedachten verdoofd, heb ik nu het geheel overgeslagen. Mijn dag was tamelijk druk, misschien heb de pauze niet bewust gezien. De schemer went, het is al laat, tijd om naar huis te gaan. Doe jij het licht vast aan voordat ik thuis kom? Eten klaar, de wijn al ingeschonken, sowieso de film of serie uitgekozen. Ik lucht mijn hart, want het voelt vertrouwd. Kom. Als ik thuis kom, de straten waar ik langs loop, ik blijf er even dwalen. Ik zoek de rivier die voor mijn huis stroomt.
We hebben heel wat tijd te praten. Ik pak een stoel, vergeet de rest. Leg het neer naast mijn gedoe. Raak mezelf een poosje kwijt. Ik kom er later wel aan toe. Doe jij het licht vast aan voordat ik thuis kom. Eten klaar, de pijn al ingeschonken sowieso. Een film of serie uitgemaakt. Naar de laatste ronde. En dat zijn de flitsdebatten. Doe ik weer het verkeerde knopje. Zo ja, de flitsdebatten. 2 minuten per keer. Dus dat is heel snel. En we gaan ook heel snel wisselen. Dus allemaal in de startblokken, zou ik zeggen. Ja? goed. We gaan beginnen met meneer Baudet. Die recht achter mij. En mevrouw De Bruin. Ik zal eerst vertellen wat de stelling is. Dan zal ik daarna de tijd aanzetten. Want... Spelregels is respect en elkaar uit laten praten en toch binnen 2 minuten blijven. Dus als ik 2 minuten aan het woord blijf... Jij mag beginnen. Want, hè, je, dus, jij mag beginnen. Dames en heren. Ja. Dat klopt. we gaan het hebben over het vestigingsklimaat. Er is plaats voor meer bedrijven in het land van Kuik. En dan moeten we maar zorgen voor een betere bereikbaarheid, zodat die bedrijven hier ook zich willen gaan vestigen. De tijd start nu. Ja, de VVD is voor een actieve acquisitie. Dat betekent dat je meer bedrijvigheid naar deze regio toe haalt. Dat is goed voor de bestaande bedrijven, goed voor de bestaande MKB, goed voor de bestaande agrarische sector. En natuurlijk hoort daar ook een stukje bereikbaarheid bij, wat dat betreft. Maar, laat duidelijk zijn, de gemeente moet in dit geval vooral kansen bieden. En de ondernemers moeten ondernemen. Bereikbaarheid, ja, en als je praat over bereikbaarheid van bedrijventerreinen. We hebben natuurlijk hier twee hele mooie infrastructuur, dat is de A73 en de Maaslijn. Laten we eens nadenken over misschien wat verbreden van de A73. Laten we nadenken over meer treinen op de Maaslijn en laten we dan vooral praten over structureel lopen naar de toekomst toe, doortrekken van A77. Mevrouw De Bruin, hoe gaan we de bedrijven trekken?
We kunnen volgens mij elkaar daarin hand geven, want ik dacht al, waarom staan wij tegenover elkaar? Doortrekken van de A77. Ja, vonden jullie wel leuk. Maar ik denk vooral dat we moeten kijken, hoe kunnen we ook de problemen, de echte knelpunten in het land van Kuik oplossen? Want we weten denk ik allebei, doortrekken van de A77 kost heel veel geld en ook heel veel lobbywerk. En maar goed dat er landelijke partijen zijn die daar ook een netwerk hebben en dat in kunnen zetten. Dus daar ben ik heel blij om. Maar zo'n traject duurt gewoon heel veel jaren. En laten we vooral ook kijken de komende periode, waar liggen de knelpunten? Sint-Hubert is een probleem. Al het verkeer loopt daar door het dorp heen. Snelfietspaden moeten er komen. De ontsluiting naar de snelwegen moet beter. Bedrijventreinen zie je gewoon vol lopen in de ochtend en de avond. En daar moet echt een oplossing voor komen. Ik zie hier een punt voor een coalitieakkoord. Ja, wat dat betreft, ja jammer. Hè? Voor het debat is het natuurlijk jammer dat we het niet eens zijn met elkaar. Nee, in dit geval constateer ik dat we het eens zijn met elkaar. Snelfietsroutes, zeker van A naar B, zeker tussen de kernen zoals die liggen in het land van Kuik, zijn we snel over eens. En daarom zeg ik van korte termijn oplossing op de Oost-Westverbindingen zou mooi zijn. En denk ook eens een keer aan het verbreden van de A73, want die stroomt steeds voller. Laatste toevoeging, mevrouw de Bruin? Of was het wel voldoende zo? Nou, een laatste toevoeging is dat we daarnaast ook heel veel oog moeten hebben voor de kwaliteit van de mensen die werken op ons industrieterrein. Want als ik kijk naar de verbindingen zijn allemaal heel belangrijk. Maar vooral vakmensen die we nodig hebben. Kijk naar een ROC, kijk naar een leigraaf. Ik denk dat we heel goed moeten kijken naar de opleidingsfaciliteiten van de mensen in het land van Kuik. Zodat we hier ook een goed werkklimaat houden. Ja, dank jullie wel. Mevrouw de Bruin mag blijven staan. Ja, u mag blijven staan. Van de SP. De klok loopt ondertussen door, maar we houden de tijd in de gaten. Volgende stelling, de flitsstelling. Mestverwerking moet mogen, ook in het land van Kuik. Ja, mestverwerking moet mogen. Ik ben heel benieuwd of sta je onder mestverwerking. Maar ik denk dat we wel moeten gaan kijken, want we hebben gewoon een mestprobleem. En ik zie niet gelijk een oplossing in allerlei soorten mestverwerking. Ik denk dat we meer moeten gaan kijken naar evenwichtsbemesting bijvoorbeeld, of toepassen van zeoliet, waar de Universiteit van Wageningen ook mee bezig is. Een mestprobleem, we hebben een mestoplossing. Wij zijn trots op onze boeren en trots op onze agri-foodsector, waar 30% van de mensen werkt. Wie kent er niet iemand die werkt bij een Marel, een Danone, een Havens? Echt een prachtige ontwikkeling hier. En als wij dan kijken in het land van Kuik, en ik kijk naar een Abe in Wangrooi, waar mest wordt omgezet in energie. U kent misschien het voorbeeld, en anders wil ik u uitnodigen om een keer mee te gaan kijken. 2.500 huishoudens worden daar voorzien van energie. Boeren zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing om een energietransitie mede mogelijk te maken. En ik vind het echt enorm jammer dat u het mest als een probleem ziet. En de agri-foodsector waar we in werken heel belangrijk is. De natuur heeft er gewoon van te lijden. Je ziet het mest die nu overbemesting, wat nu plaatsvindt op veel landerijen, zorgt gewoon voor een verslechtering van de grondwaterkwaliteit. En dat zie je elke keer. En het zorgt er ook voor dat de kwaliteit en de vruchtbaarheid van de grond uiteindelijk achteruit gaat. Dus we moeten een oplossing gaan zien om onze gronden weer gezond te gaan maken. En ook heel reëel zijn, we moeten met z'n allen ook gewoon minder vlees gaan eten, zodat er minder mest uitgestoten gaat worden. Dat moeten we ook gaan doen. En door nu te gaan zorgen dat het op de juiste manier verwerkt gaat worden, ga je nooit het echte probleem aanpakken. Maar juist daarom zou u blij moeten zijn. Juist daarom zou ik blij moeten zijn dat de mest verwerkt wordt en niet op het land wordt uitgereden. Dus dat zou heel erg jammer zijn als u de kansen daarin niet ziet. Wij gaan naar een duurzame, innovatieve oplossingen en daar draagt hierin bij. De klok, Kale Brood, u bent binnen de tijd. Dank u wel. Ja, we gaan gewoon verder. We gaan verder met meneer Van der Meer en meneer Hekkentoorn. Ik denk aan die oude man, jij, hè? Huh? Ik denk aan die oude man, jij, hè? Ik ben hartstikke beleefd. Goed zo. We gaan het even over de woonplicht. Als je een huis koopt, moet je er gewoon 5 jaar in wonen om te voorkomen dat er mensen gaan speculeren met huizen en woningen. Even kijken, meneer Van der Meer mag beginnen. Nou ja, dat is een prachtig instrument. Hè? We hebben het net al gehad over dat wonen een ontzettend probleem is, dat heel veel mensen niet een huis. En juist voor kleine woningen worden tegenwoordig veel te vaak als investeringsobject gezien. En dan gaan ze weer de huurmarkt op. Wat ik nog niet gehoord heb, een oplossing die wel in D66-programma staat, is bijvoorbeeld het verkavelen, kleiner verkavelen. En juist dan zou je als gemeente een instrument kunnen gebruiken. Joh, we willen dat best voor je doen, maar dan moet je er ook zelf gaan wonen.
Volledig mee eens. We zijn heel snel klaar mee. Ik bedoel, het is om de problemen op te lossen, moet mensen gaan wonen wat ze kopen. En het is heel belangrijk dat wat dan ook kabel, hoe we ook bouwen, dat de mensen versterken die omgeving. En niet gewoon doorverkopen. Nou, ben ik het helemaal mee eens. En ik wil dan ook meteen van de tijd gebruik maken, want we hebben nog wel eventjes, om ook uit te leggen dat het vooral een instrument moet zijn. Het moet geen gemeentelijke regel worden dat je alles wat je bouwt, want dan kunnen we ook niet meer met de projectontwikkelaars werken. Er zijn een aantal particulieren die keihard proberen bij te bouwen. En dat natuurlijk ook doen voor hun eigen portemonnee. Is hartstikke goed voor ze. Alleen juist dan moeten we ook wel gewoon afspraken maken. Dit blok wel, dat blok niet. Zo kunnen we het doen. Ja, maar dan moet je het wel open zetten. En dat doet de gemeentes niet. De gemeentes willen ook verdienen aan de bouwgrond. En ze hebben in de laatste 10, 12 jaar, dat ik weet, tegengewerkt. Dat de individual zijn eigen plot gaat verkopen en door iemand anders laten bouwen. Dus dat wordt wel een mindset verandering. En dat wordt niet makkelijk. Ja, we moeten daar ook zeker een stukje groter in gaan denken. De afgelopen bijna 4 jaar heeft de D66 ook in de oppositie gezeten. We moeten groter gaan denken. We moeten meer huizen gaan bouwen. Daar hebben we ook meer grond voor nodig. En daar hangt wel een prijskaartje aan. Daar moeten we ook stevig onderhandelen. Ik ben het eens met wat er eerder gesteld wordt over een wethouder wonen. Zou een heel goed idee zijn. Er wordt hierachter wel wat geroepen, maar dat verstond ik niet. Maar goed zo. We moeten zeker met dit aan de slag. En ja, daar is ook een woonplicht een hele goede oplossing voor. Maar de woonplicht denken, die kan dus komend jaar gerealiseerd worden. Beter denken wordt wel moeilijk met de beperking van IDGL. Oh, dat was hier. IDGL. Ja, dank jullie wel. Dat was hem al. De volgende, mevrouw Hekker. En... Ja. Ik zal hem voor jullie aanzetten. Mensen met een bijstandsuitkering mogen €500 per maand bijverdienen. Ja, absoluut. Wat we nu heel vaak doen met mensen die een bijstandsuitkering krijgen, of gewoon überhaupt mensen die toeslagen krijgen, is zelfs als iemand boodschappen voor je gaat halen, dan wordt er al op je uitkering gekort. En dat is een hele negatieve manier met mensen omgaan. Dat is een hele negatieve manier met naar mensen kijken. En in plaats van dat we mensen gaan pesten voor een uitkering, zeggen wij, laat ze tot €500 bijverdienen. Sluit je aan bij de lobby die daar op dit moment in Den Haag voor aan de pleit is. Tot nu toe kan het nog maar tot €200. En zorg ervoor dat je mensen in hun eigen kracht zet, dat je ze hun eigen leven op laat bouwen, omdat we ook gewoon zien dat mensen daarmee sneller uit de problemen en uit de bijstand komen. Mevrouw Eigen, ik ben daar niet mee eens en ik zal ook uitleggen waarom. Mensen in de bijstand hebben in principe de mogelijkheid om door arbeid geld te verdienen. Die zijn arbeidsgeschikt en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Er zijn heel veel mensen die datzelfde inkomen hebben en die niet kunnen werken. Zoals mensen met alleen een AOW-uitkering. Zoals langdurig arbeidsongeschikte mensen. En die kunnen dus niks bijverdienen. Ik vind het heel erg oneerlijk dat je dan mensen die in principe zouden kunnen werken, wel iets laat bijverdienen en die andere mensen krijgen niks. Vind ik oneerlijk. Maar ik vind dat wel twee verschillende problemen. Ik vind dat we die mensen ook gewoon een fatsoenlijk leven moeten bieden en een fatsoenlijk inkomen. Maar ik vind ook dat mensen die in de bijstand zitten die kunnen werken, dat we die moeten proberen om weer te activeren en weer mee te laten doen. Dat je tot €500 kan laten bijverdienen. En laten we reëel zijn, als je €500 bijkrijgt op een bijstandsuitkering, zit je nog steeds niet aan minimumloon. Zit je nog steeds aan een laag inkomen. Dus laat ze die €500 bijverdienen. Dat is een prima grens. En dan kunnen zij naar hoger werk. En voor al die andere groepen die ook veel te weinig betaald krijgen, word ik ook boos van, moeten we andere oplossingen verzinnen. En dan vindt u ons aan uw zijde. Maar wat ik nou een beetje vreemd vind in uw stelling, is dat de gemeente Boxmeer in ieder geval in zijn verordening al voor al die lage inkomensgroepen €500 per jaar extra uittrekt. Ook voor de bijstandsgerechtigden. Maar u vindt dat ze daar bovenop ook nog eens een keer €500 mogen bijverdienen. En die anderen kunnen dat niet. Dat vind ik oneerlijk. Tijd is over. Dankjewel. Ja, de volgende serie van 5. Voor eigenlijk wat mogen blijven staan. En meneer Teunissen, graag naar voren. Meneer Teunissen. Waar we het over gaan hebben. Er moet een laagdrempelig huis komen voor ouders met kinderen. Die na bijvoorbeeld de scheiding acute woonruimte nodig hebben. En er zou een dakloze opvang moeten komen in het land van Kuik. Ja. Dat is mijn stelling, ons verkiezingsprogrammapunt ook.
In het land zie je ze al, de parent housing. En zeker met de huidige woningnood zijn ze meer dan ooit nodig. Als een situatie in een gezin, wat op punt van scheiden staat, escaleert, dan worden er allerlei noodgrepen gedaan. Vaak tegenwoordig kinderen uit huis geplaatst. Allemaal niet nodig. Als je een parent house hebt waar een van de ouders naartoe kan in de nabije omgeving, dus binnen de eigen gemeente, en daar ook de kinderen kan ontvangen, dan kan in ieder geval de band met de kinderen behouden blijven. En heb je een hele laagdrempelige voorlopige dakloze opvang voor mensen die in een scheidingssituatie zitten. En dat is er nu niet. Er is nu helemaal niks. Nou begrijp ik uw stelling in de zin van wat ik wou zeggen, ik wil ze ontkoppelen, maar u koppelt ze, dus dakloos. Iedereen van ons, ook ik, weet van dichtbij hoe vervelend het kan zijn in het geval van echtscheiding. Dat ouders, een van de ouders het huis moet verlaten en de kinderen ermee enzovoort. Ik weet dat ook. Maar als professional ben ik het niet met u eens. Met de huidige woningmarkt, en niet alleen op dit moment, maar van jaren terug al zo. Het is niet van niks wat daarom in onze regio urgentiebepaling ook niet geldt. In de huidige woningmarkt kunnen we het ons gewoon niet permitteren om die mensen voorrang te geven. En dan kies ik voor eigen verantwoordelijkheid van die mensen. En ik weet uit mijn praktijk in het verleden dat altijd de mensen wel een oplossing vinden ook. Dus ik vind dat te gemakkelijk zou zijn. Van de daklozen, dat koppelde ik aan algemeen daklozen. Ik weet niet hoe het nu hier geregeld is. Ik bedoel, dat zal waarschijnlijk niks in de regio Os geregeld zijn. Ja. Nou, ik ben niet voor de stelling, in ieder geval, ik krijg van daklozen geen energie. Ik ben niet voor de stelling om daar meer geld aan uit te geven en in het land Verkuik daar een huis voor op te richten. Slotwoord, mevrouw Egger. Ja, ik vind dat wel noodzakelijk is. Vooral omdat we daarmee voorkomen dat de band tussen ouders en kinderen verbroken raakt. Puur door woningnood. En ik wil u wel zeggen dat ik echt behoorlijk wat echtscheidingscliënten op een camping heb wonen in erbarmelijke omstandigheden. Ja. Gewoon omdat er niks te vinden is. En die hebben ook kinderen en die kunnen ze daar niet ontvangen. En het is een landelijke trend om overal die parent housing op te zetten. Onze gemeente heeft het ook nodig. Ja. Dank jullie wel. Ik ga uit voor het volgende debat. Astrid Banning en Thomas van der Meer. Mevrouw Banning van LPG en meneer van der Meer van D66. De stelling. Rondhangende, overlastgevende jeugd moet veel harder aangepakt worden. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Straks hoorde ik de term straatcoaches. Ik denk dat het vooral goed is om met die jongeren in gesprek te gaan waarom ze daar op straat hangen. Ik weet wel dat mijn ouders vroeger wisten waar ik altijd was. En toen had ik nog geen mobiele telefoon en toch moest ik altijd laten weten waar ik was. Ik denk dat het goed is om ook de gesprekken eens met ouders aan te gaan om te kijken waarom die kinderen op straat zijn. Dus ik denk dat het makkelijk gezegd is om te zeggen we moeten de jongeren aanpakken. Ik denk dat we vooral moeten gaan kijken wat de problemen zijn en waarom die jongeren op straat zijn. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Nou ja, nou wordt de stelling natuurlijk super spannend en heel intrigerend, maar D66 heeft er nooit geen geheim van, omdat ook wij graag die preventie zien. Laten we heel duidelijk zijn, als ze echt iets doen wat niet kan, stel ze zitten in de Kraaienbergsplassen of ze zitten in de bosjes begraven ergens en ze doen echt dingen die niet kunnen, dan moeten we daar gewoon stoppen. We moeten niet zomaar overlast tolereren, maar daar zit altijd een reden achter. Ze vinden het thuis niet leuk, ze hebben niet naar hun zin of ze weten misschien niet zo goed wat ze moeten doen. En daar hebben we juist die preventie heel erg hard voor nodig om dat gesprek met ze aan te gaan. Om misschien ook wel het gesprek met de ouders aan te gaan, maar vooral met de jongeren zelf. Ik ben heel erg voor eigen verantwoordelijkheid voelen, eigen verantwoordelijkheid ook echt nemen. En dan gewoon het eerlijke gesprek met elkaar aangaan. Wat doe je hier? Wat is de reden dat je dat aan het doen bent? En ze ook de grenzen aangeven. Want als ze echt iets doen wat niet kan, dan kan het niet. Ja, want de buren die vinden dat nooit zo leuk, hè, als er eerst het gesprek aangegaan wordt. Wie vindt dat nooit zo leuk? Als omwonenden er last van hebben, die zullen zeggen van alweer het gesprek aangaan. Ja, nee, dat goed, maar goed. Volgens mij wordt het gesprek niet eens aangegaan. Worden ze of meteen door de buren de ouders aangesproken. Maar ik denk dat het goed is om eerst juist dat gesprek aan te gaan. En volgens mij doen we dat nog veel te weinig. Laat ook heel duidelijk zijn, hè? Er zijn plekken in de hele gemeente waar veel overlast is. Zo'n hoekje waar niemand echt veel kijkt of een fietspaadje achter een aantal woningen aan. En daar moeten we wel echt heel scherp op zijn. Hè? We hebben ook al een discussie over BOA's gevoerd, wat gaan we daarmee doen? En de politie, we moeten echt wel rekening houden dat er ook overlast is. Dat moeten we ook erkennen en dat moeten we ook aanpakken. Maar gesprek en preventie is daar het sleutelwoord. Okay. Punt. Dank jullie wel. Volgende punt. Over de... Moet ik even spieken? Meneer Litjes. En mevrouw Banning. Yes.
Dat is een stelling van u, meneer Litjes, dat ambtenaren eigenlijk alles bepalen en bestuurders zijn niet bereikbaar. Gaat u gang. Niet te lang voorlezen, hè, want anders komt het allemaal niet aan. Ik zou eerst mevrouw Assert het woord willen geven. Dames, ga voor. Ja, nou, oh, dank u wel, meneer Litjes. Ja, de ambtenaren, daar worden we heel vaak op aangesproken van ja, die ambtenaar reageert niet en die bestuurder is niet bereikbaar. Die laatste ken ik overigens niet, moet ik zeggen. Ik had het er met een ambtenaar over dat er zo'n negatief beeld hangt over ambtenaren. Ik denk niet dat dat met de persoon te maken heeft aan zich, maar wel met het systeem. En niet alleen met het systeem in gemeente, maar ook met het systeem, landelijke systeem. Er is zoveel wetgeving. Wij vinden het belangrijk dat ambtenaren weten als ze een RO-stuk hebben over welke straat ze het hebben. En niet dat een inwoner komt en dat hij niet eens weet waar hij het over heeft. Maar die ambtenaar geeft zelf aan dat er zoveel regels zijn en dat die ambtenaar vaak niet eens de tijd heeft om naar buiten te gaan. En ik denk dat we iets aan het systeem moeten doen en niet aan de ambtenaren. En dat bestuurders niet toegankelijk zijn of niet bereikbaar, daar ben ik niet mee eens. Meneer Litjes. Dank u wel. Deze stelling kan ik namens Kippend volledig ondersteunen en onderschrijven. Toen Graven nog in 2013 een eigen ambtelijk apparaat had, kon je met de wethouder of met het ambtelijk apparaat in gesprek. Je was toen reeds afhankelijk van de knorrigheidshalte van de desbetreffende persoon. Ik heb pas een gesprek gehad met Barretje. En als jullie daarnaar luisteren, dan kunnen jullie zien hoe ik over de rest denk. En dan heb ik geen lang verhaal nodig. Dus ik zou zeggen, kijk ernaar. En dat is prima. En daar wordt gezegd, een grote gemeente heeft meer bestuurskracht. Dat klopt als je erbij zegt dat het belang van de inwoners verder kunnen worden teruggezet. Dat was het. Dank u. Ik heb het barretje gekeken en ik zag dat u het nog kunt zingen ook. Dat kunnen we misschien straks helemaal op het einde geven. Ja, dat kan ik ook nog even doen. Dat is geen probleem. Nee, goed zo. Dank jullie wel. Ja. Meneer Teunissen en meneer Van Diemen. We gooien hem er maar gelijk in. Er moeten veel meer snelfietsroutes komen voor fietsers. We hebben tegenwoordig een mooie fietsbrug. Hè? Zeker. Mag ik kunnen? Ja. Ik dacht dat het... Ja, begin maar. Nou, wij zijn hartstikke voor. Meer fietsen is ontzettend goed voor het milieu. En het maakt ook onze centra een stuk levendiger. Dus wat wij willen is dat we veel fietsers en lopers in de centra van onze grotere dorpen hebben. Dat we tussen alle dorpen mooie fietspaden hebben. En dat je mooi door de hele gemeente heen kan fietsen. Hartstikke belangrijk. Ja, ik vond die brug, of ik vind die brug ook heel goed. Dus ik ben er heel erg voor dat als bepaalde situaties barrières opwerpen om een fietsroute te hebben, dat we daar dan geld aan uitgeven. Maar ik denk dat, tenminste, ik vind dat in onze omgeving er niet snel fietsroutes bij hoeven of zo. Dat vind ik absoluut geen meerwaarde hebben. Natuurlijk. Terreurfietsers, kwam dat van u of niet? Waarom? Terreurfietsers, of niet dat er al genoeg van zijn? Ja, dat heb je goed gelezen, ja. Dat was mijn reactie op die stelling bij de stemwijzer. En toen vroeg de Patrick die erover ging, kan ik dat erin laten staan? Ik zei, ja, dat kun je gewoon in laten staan. Ik bedoel daarmee, als ik rustig fiets met mijn vrouw of kleinkind of wat dan ook, en er komt zo'n snelfietser voorbij die al 100 meter van tevoren begint te roepen of te bellen dat ik aan de kant moet, dat bedoel ik met terreurfietsen. En dat bedoel ik dan ook, dat die fietsroutes hoeven er echt niet meer bij te komen. Als ik van Mil naar Uden wil, kan ik zomaar van Mil naar Uden via fietswegen die er nu al liggen. En dan hoeft er niet door de natuur nog een weg via de meren en zo naar Uden toe. Dat is helemaal niet nodig. We hebben genoeg fietsroutes. Nou, we hebben genoeg fietsroutes, maar we hebben niet genoeg toegankelijke fietsroutes, mooi veilig buiten de weg, waar je inderdaad ook gewoon door kan fietsen. Want het alternatief is dat we zo meteen met dat soort snelle fietsers en met allemaal fietsclubjes, wielrenners, dat die allemaal gewoon over de weg heen gaan of over die kleine fietsbaden die er helemaal niet geschikt voor zijn. Ze zijn er toch, meneer Teunissen. Dus maak nou een ideologische keuze, een inhoudelijke keuze, in plaats van alleen dat technocratische. Niet zo trappen tegen andere partijen, maar lekker trappen op de fiets, mooie snelfietsroutes. Dat is leuk gevonden. Het is leuk gevonden, maar ik trap niet tegen andere partijen. Ik zeg alleen dat ik het er niet mee eens ben met die stelling. Ik trap niet tegen jou, helemaal niet. Dat snap je zelf ook wel. En ik vind niet dat wij die terreurfietsers nog meer moeten faciliteren, zodat zij nog meer tekeer kunnen gaan. Zeker niet. Die moeten zich gewoon aan de regels houden, heel simpel. Ja, okay. Dankjewel. We gaan naar de laatste vier stellingen. De volgende wil ik graag hier naar voren hebben, meneer Hekkentoorn.
van 50PLUS en meneer Baudet van de VVD. En we gaan het hebben over de regels voor veebedrijven. Die moeten veel strenger worden om te zorgen voor een betere gezondheid. Ga je gang. Ga je gang? Ja, zo goed, dan doe ik dat. Veel strenger worden. Ik denk dat de onduidelijkheid in de agrarische bedrijf al erg genoeg is. Er moet wel duidelijk zijn. Er moet goede dingen afgesproken worden. De gezondheid van de mensen moet voorop zijn voor het verdienmodel. Maar Tractor Boer in dit omgeving heeft de weg om toch nog een verdienmodel te hebben. Als je moet verplaatst worden, niet in de buurt van het dorp, niet in de buurt van de natuuromgeving. Ga maar waar de ruimte voor is, maar ga wel werken. Het enige probleem dat ik zie op dit moment met het agrarisch gebied, 70% gaat naar export toe. Is dat nodig? Is dat de enige reden waarom wij dat doen? Ik denk liever dat de boer de technology verkoopt om hoe je in het buitenland op de onze manier kan een bedrijf opzetten. Veel beter. Meneer Baudet. Ja, veel regels, meer regels. Nee, alsjeblieft niet. En regels moet je controleren. En volgens mij heb ik net een discussie gehoord. Daar moet je politie voor hebben. Daar moet je boa's voor hebben. En die hebben we allemaal niet. Dus laten we nog niet heel veel regels met elkaar gaan maken. Natuurlijk moet je regels hebben. Maar het is veel belangrijker dat je met elkaar, in dit geval met de bedrijfstakken, in gesprek gaat. Dat je afspraken met elkaar maakt. Dat je draagvlak creëert voor elkaars meningen. En dat je op die manier ervoor zorgt dat die tak, de agrarische sector, gewoon ook overeind blijft en gezond blijft. En ja, er horen bepaalde regels bij, maar het mag geen doel zijn om alleen maar regels te maken. En het wordt hier ook wel eens vaak gezegd van, laten we in Nederland niet nog meer regels maken dan in Europa. Want we zijn tenslotte onderdeel van Europa, dus laten we dat ook zo blijven. Dus nee, niet meer regels. Nee, nergens hoor, niet meer regels? Nee, nee, ook niet. Duidelijkheid. Duidelijkheid is veel belangrijker. Laat ze wel doen. Duidelijke regels. Duidelijke regels, zoals we weten. En de strengere regels dan ook? Dat mag ook, als ze maar duidelijk zijn. Meneer Baudet, het laatste. Ja, laatste, praat met elkaar. En dat is veel belangrijker. Praat met elkaar. En volgens mij hebben wij als VVD dat keurig gedaan in Sint-Tunis. Praat met elkaar. Ja, dank jullie wel. Mevrouw van Rieshout en meneer Herbanus. De stelling. We gaan er snel doorheen. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, moeten in ruil daarvoor werk voor de gemeente doen. Pertinent oneens. Als we dat doen, als we werk hebben voor mensen, moeten we ze ook een minimumuurloon geven. Op deze manier kunnen we het minimumuurloon wat we hebben gelijk naar de begraafplaats dragen. Ik vind het echt, nee, niet doen. Nooit doen. Ik ben het niet met mevrouw eens. Dat is eigenlijk de reden dat we hier ook tegenover elkaar staan. Het is wel fijn dat we het niet met elkaar eens zijn. De meeste mensen die in de bijstand zitten, zitten daar niet vrijwillig in. Ga ik vanuit, als weldenkend persoon. Ook voor die mensen geldt, en zeker in dit economisch klimaat waar we nu in leven, dat er een plek moet zijn op de arbeidsmarkt. Dat ja, stuk, tegen minimumloon. Nee, maar dat stuk kun je al misschien invullen, doordat ze een bepaalde manier in de maatschappij weer betrokken worden door een stuk vrijwilligerswerk. Want je ziet bijvoorbeeld in de zorg op dit moment, iedereen heeft de druk. Daar hebben we toch gewoon werk voor. En als we toch ja, maar daarom. Nou, ik zou het liefst zien. Dat zou ik ook liefst zien. Als die mensen toch kunnen werken, dan hebben ze toch gewoon recht op een ik zou het liefst zien dat mensen die nu in de bijstand zitten, dat die in het werktraject terechtkomen. Maar het blijkt dus het geval dat er toch nog mensen, misschien wel onvrijwillig, toch nog in de bijstand zitten die misschien in het arbeidsproces deel zouden kunnen nemen. Ja, ik ben het heel erg mee om ze te stimuleren om aan het arbeidsproces deel te nemen. En ik denk dat daar een gemeente een regierol in kan pakken. En er zal een stuk verplichting, in moeten liggen om die mensen toch ergens in het sociale gebied ergens in te zetten waar ze niet werk wegnemen. Wat nu, dat is natuurlijk onzin. Als je werk voor ze hebt, dan heb je ook een minimumuurloon te betalen. Ja, maar dan hoeven ze ook niet in de bijstand te zitten. Kijk, daar zijn we het dan denk ik over oneens. Mensen hoeven niet in de bijstand te zitten als er werk is. Mensen hebben een reden waarom dat ze in de bijstand zitten. En om die reden. Ja, want er zijn ook mensen die in de bijstand zitten. Die geen werk waarvoor we wouden betalen. Want er is jarenlang gezegd, ja, de vrijwilligers lossen het wel op. Maar er gewoon heel veel betaald werk nu gedaan wordt door vrijwilligers. Ja, maar je ziet nu ook, bijzonder. Sociaal zullen mensen ook geïsoleerd raken. Sommigen die in de bijstand zitten. Misschien is dat ook net een trekkende rol van de gemeente. Die we daarmee kunnen faciliteren, dat die mensen toch die ene stap terugmaken om in de maatschappij te komen. Ik ben het met u eens dat we ze moeten betrekken om zo snel mogelijk aan het werk te komen, maar als we werk voor ze hebben, dan ook het minimumloon. Nee, ik vind het niet gepast als we mensen die aan de maatschappij een bijdrage vragen, dat ze geen bijdrage terugleveren aan de maatschappij. Dat vind ik dat we dat nodig achten. Dank u wel. We gaan door naar de volgende.
De ene laatste alweer, mevrouw Hendricks van Team Lokaal en meneer Litjes van Keerpunt. Waar staan we weer, meneer Litjes? Weer, hè? Ja. Na deze twee minuten heb ik heel lang uitgekeken, dat lijkt me echt. Wat zeg je? Na deze twee minuten heb ik lang uitgekeken. Oké, okay. Wordt mooi. Ja, absoluut. Ik ga hem aanzetten. Ja. Ja, hij loopt. Het gaat over de Milieustraat in Haps. Moet voor iedereen in het land weer, landverkuik weer gratis zijn. Nu moeten mensen betalen voor bepaalde spullen, maar straks, als het aan de stelling ligt, niet meer. Oneens. Oneens. Ik vind dat de vervuiler betaalt. En het is al zo dat het niet kostendekkend is. Dus we letten daar wel al heel erg op dat mensen in ieder geval daar naartoe gaan om hun spullen te brengen. En we moeten ook duurzaam denken. En als mensen alles gratis weg kunnen brengen, zijn ze heel gauw genegen. Oh, gooi ik maar weg. Nu gaan ze nog naar de kringloopwinkel. Ze tellen nog eens even, ze denken na voordat ze dat gaan doen. En ze houden de spullen wat langer. Dus ik ben het daar helemaal niet mee eens om het gratis te doen. Het tuinafval wel, want er is een periode geweest dat we moesten betalen. Nou, wat bleek, mensen waren heel gauw genegen om het maar ergens in de berm te gooien of zo. Dat willen we niet. Dat hebben we weer gratis gemaakt. Maar ik vind wel dat de vervuiler betaalt. Nou, meneer Leegers. Sorry, daar kan ik het nou niet mee eens zijn met u. Ik vind, als je dat gaat handhaven om die kosten, dat er straks de bossen vol liggen. En op een hoop plaatsen is het al zo. Dan willen de mensen niet betalen voor het afval. En als het gratis is, dan brengen ze het netjes bij de belt, wordt mooi gesorteerd en klaar. Ik ben het niet met... Oh ja, sorry, ja, u mag uitpraten. En het tarief van het huisafval, dat was in Os met de gemeente met 25% goedkoper. Maar ja, toch kiest Land van Kuik voor de dure oplossing. Fijn, hè? Lekker, hè? De burger betaalt. Nee. Mevrouw Hendricks, ik ben het met u eens dat bestaande afspraken op de schop moeten of blijven volharden of de nodige hoge kosten hier te maken zijn. Het is tijd voor een keerpunt. Ik zie dat u heeft staan, mevrouw Hendricks. U heeft het mooi uitgetypt. Ik ben het dus absoluut oneens met u. En het blijkt ook, natuurlijk is er zwerfafval, maar dat was er altijd al. Dus wat dat betreft. En we hebben onze BOA's die daar heel goed op letten. Dus ik ben het absoluut oneens. Het kan niet zo zijn dat iemand die niets weggooit moet betalen voor het vuil wat u wil wegbrengen. Dan moeten we nog eens een keer een gesprek met de BOA's hebben. Ja. En ik weet niet hoe het in Boksmeer is, dat blijkt buiten. Maar in Graven worden de bankstellen netjes gedumpt. In het bos. Denken ze al dat er vierdaagse is daar? Dat denk ik, ja. Maar die is het nog niet, hoor. Nee, zo slim zijn ze wel. Nee, maar goed, dat vind ik ook heel erg. Dat moet niet, dat kan absoluut niet. En als we daar goed op handhaven en we kijken van wie dat bankstel komt, misschien weet u dat wel, van wie dat bankstel komt, dat daar ligt. En we gaan daar naartoe naar die mensen en we beboeten ze flink, want ik vind dat dat gewoon niet kan. Daar ben ik het met u eens. Okay. Dat vind ik een mooie afsluiter. Iedereen moet betalen. Nee, dat is een ander verhaal. Oké. Dit moet gratis blijven. Dank jullie wel. 6 keer per jaar of zo. Oneens. Goed, bedankt. Moet ik nog zingen of niet? Nee, nog niet, want er komt nog één stelling. Zo. En daarna mag ik niks meer blijven staan. Volgens mij mag ik niet meer staan. Ik maak plek voor meneer Hermanissen. De allerlaatste stelling. Er moeten meer kleine bibliotheken komen. Ja, daar ben ik het mee oneens. Meneer Hermaan is het in het verleden ook met mij. Dus laat dat helder zijn. Want ik vind, kijk, een bibliotheek is veel meer dan alleen boeken uitlenen. We hebben dat in het Land van Kuik en Noord-Limburg heel goed voor elkaar. Wat hebben we gedaan? We hebben gezorgd dat op elke school een bibliotheek is. Want dat willen we. Kinderen moeten lezen. Dat gebeurt op elke school die we hebben. Maar een bibliotheek, daar gebeurt veel meer tegenwoordig. Dat is echt een kenniscentrum. Wat hebben we gedaan? We hebben een paar grote bibliotheken. Ik ben ook hartstikke voorstander dat in Kuik de bibliotheek verhuist naar de Schouwburg, omdat je dan nog wat extra dingen doet, dat je zelfs cultuur daarmee combineert. Ik vind dat die bibliotheek niet anders moet als wat we nu hebben. Daar hebben we heel goed over nagedacht. En als je overal van die kleine filialen maakt, dat was veel te duur. Dat is met de huur en noem maar op. Dus ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik weet de reden dat we tegen over elkaar staan. In Boksmeer hebben we er natuurlijk al vaker discussie over gehad. Ja, over Vierlingsbeek, over loon, over de gelden die daar terecht moesten komen bij die bibliotheken. Daar hebben we veel discussie over gehad. Gelukkig zijn ze gekomen, maar daar hebben we hard voor moeten strijden. Steunpuntjes. Je ziet uiteindelijk, en dat moeten we over de rest van de gemeente Land van Kuik dadelijk ook zien, dat de dicht bij de mens staat. Je ziet natuurlijk de jeugd die moet lezen, want je ziet het digitale tijdperk, zijn we ingeslagen. Dus het lezen is een belangrijk iets. Analfabetisme is een groot probleem hier op het platteland. Dus we moeten het laagdrempelig houden. Dicht bij de mensen.
En we moeten niet alleen alles naar grote voorzieningen, naar een weijer, naar een schouwburg doen. Nee. Want op zich heb ik daar ook nog geen goed gevoel bij, want we steken jaarlijks nog gruwelijk veel geld in Biblio Plus. Het moet niet wel op de juiste plek terechtkomen. Dat doen we, en dat doen we ook, want we hebben op alle scholen, want u zegt het moet laagdrempelig zijn, dat hebben we. Op alle scholen hebben we die bibliotheken, behalve in Vierlingsweek en Overloon. En wat doen we in Vierlingsweek en Overloon? Alleen boeken uitlenen. En een bibliotheek, ik vind het jammer dat die kinderen dan niet in de grote bibliotheek komen, en de volwassenen en de tieners, dat die naar die grote bibliotheek komen, waar veel meer nou, is. Dan zou ik u toch graag eens uitnodigen in de bibliotheek in Overloon of in Vierlingsweek, om te kijken wat er nog meer gebeurt, als alleen maar het boeken lezen. Maar het is vooral het boeken uitlenen wat daar gebeurt. En wat er in die grote kan, dat kan niet in die kleine. En meneer Hermanus, ik merk dat we verder van elkaar afschuiven. Ik wil toch iets naar u toe kruipen. Dus ik hoop van harte dat wij het hier straks over eens worden in onze nieuwe gemeente Landverkuil. Ik neem aan dat u mijn woorden gehoord heeft en dat we daarmee verder kunnen. Wie weet. Okay. Dank jullie wel. Dank jullie. Ja. Tot zover de debatten. Het is wat later geworden dan de bedoeling was. Maar dat kunnen we niet. We zitten nu in de fase, zoals ik er straks zei, boer zoekt vrouw, lijsttrekker zoekt stemmen. Na 24 november komen we in de nieuwe fase, lijsttrekker zoekt lijsttrekker. En dan gaan we kijken of ze hier in het Land van Kuik een coalitie kunnen maken die wat minder lang duurt dan ze er nu in Den Haag al over doen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop in ieder geval dat iedereen gaat stemmen, want het is belangrijk. Het is een heel bijzonder jaar voor een nieuwe fusiegemeente. Blijf op de hoogte. Lees vooral de Gelderlander op papier, online, op de e-paper. Tot zover Loekie de Leeuw. En dan op 24 november gaan we het zien. Ik nodig in ieder geval vast de winnaar van de verkiezingen. De lijsttrekker van de winnende partij uit voor het Gelderlander Nieuwscafé op vrijdag 26. Ja, sorry, daar kijk ik niet af. Dank de aanwezige lijsttrekkers. Dank ook burgemeester Walraven voor de bemiddeling van daarstraks. Dankjewel Nicky voor het mee organiseren van dit debat. Dankjewel de medewerkers van Milles Weert, die ondanks alle personele problemen toch alles op alles hebben gezet om dit door te kunnen laten gaan. Absoluut. Dank ook alle mensen van Omroep Land van Kuik, de mensen van de lokale Omroep Mil, die dit allemaal in de huiskamer hebben gebracht met helemaal mooie beelden. Dank voor de mensen hier in de zaal. Dank voor de mensen thuis, achter de tv of achter de laptop. Wij gaan hier eindelijk een biertje drinken. Ik hoop dat jullie allemaal nog een fijne avond hebben.